Goedenavond, dames en heren. Het is klokslag 19:30 uur, dus tijd om te beginnen. Mijn naam is Gert de Nutten. Ik ben coördinator van het Humanistisch Verbond en ik heet u graag alle welkom op deze gespreksavond over energietransitie. Een thema dat de komende jaren de politieke actualiteit zonder enige twijfel zal blijven beroeren en dat trouwens iedereen rechtstreeks en onrechtstreeks aangaat, al is het maar heel prozaïs in uw portefeuille. Maar er staat vanzelfsprekend veel meer op het spel. Dat welkom heten doe ik niet alleen in naam van onze vereniging, het Humanistisch Verbond dus, maar ook van de mede-organisatoren, met name de groep rond de zogenaamde verklaring van 30 november, daarover hoort u zo meteen meer, en het alternatieve community- en mediaplatform Restory. Vooraleer we in de inhoud duiken, wil ik graag nog even met u de praktische afspraken voor deze Zoom-sessie overlopen. Dit om alles vlotjes te laten verlopen. Een overzichtje. Bij het binnenkomen, dat heeft u gemerkt, staat uw microfoon automatisch af, mute, en is het beeld van uzelf niet zichtbaar. De enige beelden die momenteel zichtbaar zijn, dat zijn de mensen die in het panel zitten en de moderator. Het niet zichtbaar houden van uw beeld is wel belangrijk omwille van de algemene kwaliteit van de verbinding. We vragen u dus ook met nadruk om erop te leggen dat uw microfoon en uw videobeeld blijven afstaan gedurende de voorstelling. Dit om hinderlijke storingen bij geluiden te vermijden. De activiteit wordt opgenomen en kan na afloop ter beschikking worden gesteld van wie er interesse voor heeft. Dat gebeurt via een link. Na afloop van het panelgesprek is er tijd voor een beperkt aantal vragen uit het publiek. Om de communicatie vlot te laten verlopen, worden alle vragen via de chatfunctie gesteld. De moderator van de chat, dat zal uw dienaar zijn, die maakt een keuze uit de vragen en die geeft de vraag door aan het panel. We verontschuldigen ons bij voorbaat dat mogelijk niet alle vragen of opmerkingen aan bod zullen kunnen. We willen u ook vragen om de chat alleen te gebruiken voor het stellen van vragen of het delen van relevante informatie en bijvoorbeeld niet om gesprekken of discussies in de marge te voeren. Op die manier blijft de chat ook overzichtelijk en kunnen de vragen makkelijker geselecteerd worden. Ziezo, tot zover dus de Zoom-etiketten voor vanavond. Dames en heren, we staan er misschien weinig of niet bij stil, omdat we het als een vanzelfsprekendheid ervaren, maar energie is een absoluut cruciaal gegeven in het functioneren van onze samenleving en van onszelf trouwens ook. Als wij ons lichaam niet voeden met calorieën, dan vallen we stil. Maar als we dat lichaam overvoeden, dan worden we ziek en vallen we dus ook stil. We zouden kunnen stellen dat we ook met onze laatmoderne, hyperactieve, hoogtechnologische, ongebreideld producerende en gulzig consumerende mondiale samenleving de rode streep tussen weldoorvoed en obees allang overschreden hebben. La grande bouffe op wereldschaal, met alle gevolgen van dien. We leven vandaag met velen, helaas niet met allen, in een wereld die op ontzettend veel gebieden beter, veiliger, rijker, comfortabeler, aangenamer, gezonder enzovoorts is dan die van onze verre en zelfs onze nabije voorouders. Met dank aan de wonderbaarlijke vooruitgang van wetenschap, technologie en politiek en ethisch denken sedert het begin van de moderniteit. Maar die onmiskenbare vooruitgang heeft veel energie gekost en doet dat nog altijd. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de onvoorstelbare hoeveelheden energie die artificiële intelligentie opstoot. Die vooruitgang komt dus met een prijs die stilaan te hoog wordt voor onze habitat aarde om te dragen. De problematiek is complex, de uitdagingen zijn enorm. Welke keuzes maken we best en waarom? En wat zijn de gevolgen daarvan op het vlak van milieu en klimaat, gezondheid, financiële en sociale aspecten, veiligheid, geopolitiek enzovoort? Vele vragen en nog meer antwoorden, die bovendien vaak met een ideologische of andere bias gesteld of gegeven worden. Daarom, dames en heren, brengen we graag samen met onze experten van hedenavond een beetje duurzaam licht in de duisternis. Scientia vincere tenebras, de wetenschap overwint de duisternis. U kent wellicht het motto van een van onze universiteiten. Hoe beter en correcter we op basis van evidence-based wetenschappelijke inzichten geïnformeerd zijn, hoe beter en duurzamer onze keuzes voor een noodzakelijke transitie zullen zijn. Dames en heren, ik schets nog even het verloop van onze avond. Ik geef eerst kort het woord aan Hans Claus, die het debat situeert in het bredere kader van een radicaal andere visie op mens en samenleving. Een visie die werd uitgekristalliseerd in de verklaring van 30 november. Daarna neemt Geert de Grande het over.
Geert is journalist bij ReStory en is onze moderator van vanavond. Het debat begint met een korte inleidende keynote, opgenomen op pellicule door federaal minister van Energie Tine van der Straten, als aperitief om het ijs te breken en de tongen los te maken, zeg maar. Na het panelgesprek met onze vier gasten voorzien we nog een kwartiertje voor uw eventuele vragen, die u zoals gezegd kunt stellen via de chat. We sluiten de avond af rond 21:15 ten laatste. Ik geef nu graag het woord aan Hans Claus. Hans is directeur van de gevangenis van Oudenaarde en is al vele jaren pleitbezorger van kleinschalige detentiehuizen gericht op reïntegratie van gedetineerden in de samenleving. Hij is een gepassioneerd transitiedenker en een even gepassioneerd en veelzijdig kunstenaar. Hans, over naar jou. Voor deze lovende inleiding, Gert. Je hebt natuurlijk weer al veel gezegd wat ik wil zeggen. Nu, de verklaring van 30 november, beste mensen, dat is geen orakel voor pasklare oplossingen. Maar ze vertrekt wel van een heldere vaststelling dat de expansie van deze menselijke soort, zoals Gert ook al aangaf, die onder toenemende financiële druk plaatsvindt, zowel de mens als de natuur dreigt uit te putten. In een eerste debat onderzochten we het probleem van het hoog aantal langdurig arbeidsongeschikten. Een symbooldossier voor de uitputting van de individuele mens dan, die steeds meer gebukt gaat onder alle soorten verwachtingen die in hem hersteld worden en steeds minder vat heeft op de omstandigheden waarin hij aan die verwachtingen moet proberen te voldoen. In dit tweede debat zoomen we dus in op de details van de energietransitie die aan de gang is. Het is een debat waar bij uitstek wetenschappelijke feitelijkheden van groot belang zijn. En daarom ben ik blij om echte experts rond de tafel te zien. Ik ben geen expert ter zake, maar ik zal vanuit de verklaring het verband met het grote plaatje en de lange termijn in de aandacht proberen te houden. We putten dus de aarde met steeds toenemende snelheid uit. De mens woont, werkt en beweegt de wereld kapot, zouden we kunnen zeggen. Al wordt dat ook wel eens betwist. We gaan het straks waarschijnlijk hebben over de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot die we met al die menselijke activiteit veroorzaken en over hoe we die uitstoot omlaag kunnen halen door op een andere manier energie op te wekken. Kort door de bocht betekent dat het omschakelen van fossiele brandstof op groene energie. Maar hoe groen, hoe hernieuwbaar is die dan? En hoeveel energie hebben we nodig gewoon om die omschakeling te maken? Om ze snel te maken, want om het tipping point te vermijden, moet de omschakeling in de komende decennia voltooid worden. Zo berekende men toch. Overigens, wie bereidt zich nu al voor op de verovering van de plekken die wel nog leefbaar zullen zijn, als we de doelen niet halen? En hoe beïnvloeden die mogelijkheden het huidige debat over de energie? Met welk gezag spreken internationale en mondiale wetenschappelijke instellingen? Zinderen de koloniale machtsverhoudingen daarin nog na? Zijn er nieuwe kolonisaties aan de gang, met energie als inzet? Wie moet over de transitie beslissen? Wie moet ze uitvoeren? Wie moet ze betalen? Bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid vormen, zeker in ons land, het karkaan waarin de discussie en het beleid gevoerd worden. Maar is dat terecht? Wat is de rol van de overheid? Wat is de rol van de energiereuzen? Wat is de rol van de financiële markt? Wat is de rol van de burger? Kan het gemeenschappelijk goed van de energie terug in handen komen van die burger? Het energiesysteem van onderuit heropbouwen, is dat mogelijk? De tweede krijtlijn van de verklaring spreekt het verlangen uit om ook energievoorziening uit het marktmechanisme te halen. Is dat dan hetzelfde? Vergemakkelijkt de manier waarop we nu energie maken en verspreiden via die markt, die omschakeling? Of werkt de economie van de energie die omschakeling eerder tegen? En los van die omschakeling, waar dient de energie allemaal voor? Hoe komt het dat we steeds meer van nodig hebben? Wie wordt daar beter van? Worden we ongelukkiger met minder of met meer energie? De zesde krijtlijn van de verklaring wil een nieuwe definitie van vooruitgang. Staat een steeds toenemende menselijke activiteit symbool voor vooruitgang? Of voor het tegendeel? Hoe kijken vooruitgangsdenkers daar tegenaan? Maarten.
is het noodzakelijk hè, en mogelijk om samen met de energieomschakeling ook nieuwe plooien te strijken in de manier waarop we onze samenleving inrichten, in de beslissingsprocessen, in het heersende waarden- en normenstelsel zelfs, waarmee we alles aansturen. Die vragen kunnen vanavond zeker niet allemaal beantwoord worden. We hebben het onderwerp afgebakend door het over energietransitie te hebben. Maar kan het kwaad om ook bij het uitdenken van een energietransitie in ons achterhoofd ook die bredere vragen te blijven stellen? Nu we ons realiseren dat we de voorouders zijn van generaties die in een andere wereld zullen leven dan wij, en dat wij die condities nu aan het bepalen zijn. De verklaring van 30 november is geen orakel, maar misschien wel een moreel decor voor al die menselijke bokkensprongen, al dat werken en wonen en bewegen, dat lospulken uit de aardkorst, het heen en weer chasen met al die leuke stoffen en golven. Altijd beter, altijd efficiënter, altijd sneller, grenzeloos, rusteloos, doelloos of toch niet. Gelukkig hebben we Geert van Restory, die ons rustig zal leiden van argument naar tegenargument. En hopelijk gaat op het einde van deze avond erdoor toch weer wat licht schijnen in de duisternis. Want met dit Bijbelsbeeld in de affiche heeft het Humanistisch Verbond ons vanavond bij elkaar gebracht. Waarvoor nu al dank, Gert. Ik geef het woord door aan Geert de Gram. Bedankt, Hans. Uit alles wat jij en Gert al gezegd hebben, blijkt dat het thema dat we vanavond gaan bespreken behoorlijk complex is. Dus, en ik verwacht niet dat we, ondanks de aanwezigheid van de experten rond de tafel, waarvoor grote dank, op al die vragen gaan kunnen antwoorden. Maar we hopen er toch een aanzet toe te geven. Heel kort over mezelf. Ik ben dus Geert de Grande, oprichter van Restory, een nieuw journalistiek platform dat denkers en doeners aan het woord laat die nieuwe wegen openen in onderwijs, economie en samenleving. We hebben ook een nieuwsbrief en onze teksten kan je lezen dus op www.re-story.be. Zoals we ook offline, stel ik dan voor dat we eerst eens even kijken wie we echt rond de tafel hebben. En Hans heeft zich uiteraard al voorgesteld en is ook voor een stuk door Gert voorgesteld. Maar mag ik vragen ook aan Gilbert, Maarten en Johan om kort even iets over zichzelf te zeggen. Gilbert misschien beginnen. Gilbert, je microfoon staat uit. Ja, sorry. Ik ben nucleair fysicus, Universiteit Gent. 50 jaar geleden begonnen met het eerste nucleair ongeval in België. Dus vooral een nucleaire carrière in het SCK in Mol op het einde. Eerst in de Universiteit Gent. Uiteindelijk ook aan de VUB gedurende 20 jaar de stralingscontrole, want dat was mijn specialiteit, nucleaire veiligheid. En stralingscontrole. En in Mol heb ik transdisciplinair onderzoek georganiseerd, integreren van menswetenschappen in de harde nucleaire research. En enkele boeken, nucleair terrorisme, ethiek in de stralingsbescherming en dan vooral het boek over de geschiedenis van de nucleaire controverse in dit land. Oké, dank u wel. En ik vergat dat ik ook ambassadeur ben voor grootouders voor het klimaat en aan de VUB ook 20 jaar gedoseerd. Oké, dank u wel. Johan? Ja, goedenavond iedereen. Ik ben Johan Olbrecht. Ik werk aan de UGent, faculteit Economie en Bedrijfskunde. En ik werk vooral rond energiesystemen, klimaat, milieueconomie. Dank u. Maarten? Goedenavond iedereen, ik ben Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof aan de UGent. En leerstoelhouder van de leerstoel Etienne Vermeers. Ik heb onlangs een klimaatdebat georganiseerd waar ik heel onpartijdig op de achtergrond moest blijven. Dat is ook leuk, maar nu ben ik blij dat ik zelf weer mag deelnemen. Mijn onderzoek gaat over
irrationaliteit, religie, complottheorieën over heel veel verschillende zaken. Maar de laatste tijd ben ik ook steeds vaker bezig met klimaat en energie. Ook in mijn academisch werk ben ik een artikel over kernenergie aan het schrijven. Dus ja, ik denk dat dat het ongeveer is. Prima, dankjewel. En dan vraag ik graag aan Gert, dus zoals afgesproken, om eerst Tine van der Straten in beeld te brengen. En zodanig dat wij kunnen luisteren naar wat zij voorafgaand aan dit debat heeft gezegd. Goedenavond iedereen van de huizen en goedenavond beste deelnemers. Ik wil jullie eerst en vooral heel erg bedanken voor de uitnodiging om vanavond deel te nemen aan jullie avond over de energietransitie. Het is het domein van mijn passie, het is het domein van mijn expertise en ik ga echt graag in op elke uitnodiging. Helaas liet mijn agenda het niet toe om er vandaag live bij te zijn. Daarom doen we het nu via video. Wat dat mij betreft, ik ben ondertussen bijna 9 maanden minister van energie. Het is voor mij echt een droomjob, omdat energie, ik zei het al, het is waar mijn passie ligt en het is evengoed waar mijn expertise ligt. Energie is in elke stap van de maatschappelijke evolutie tot op vandaag een katalysator geweest van verandering. Of het nu gaat over vuur, over steenkool, over olie, over gas en zelfs vandaag de elektrificatie, het is altijd via energie geweest dat verandering is ingezet. Energie is zo belangrijk. Iedereen heeft het nodig, niemand kan zonder. Het is altijd de motor van onze samenleving geweest. Het stenen tijdperk is niet geëindigd omdat de stenen op waren, maar wel omdat er nieuwe en betere technologieën ter beschikking waren. En we hebben geen tijd te verliezen. 2020 was het warmste jaar ooit gemeten. De komende 10 jaar zijn daarom cruciaal om klimaatverandering een halt toe te roepen en die switch te maken naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit tegen 2050. En deze regering heeft daarvoor een duidelijke keuze gemaakt. En ik gebruik hier graag altijd de quote van Seneca. Als je niet weet naar welke haven je vaart, dan is geen enkele wind gunstig. En inderdaad, onze haven is duidelijk. We weten waar we naartoe varen. En hiervoor hebben we de afgelopen maanden al grote stappen kunnen zetten richting de switch naar 100% hernieuwbare energie. 1,5 maand geleden hebben wij met de regering het wettelijk kader goedgekeurd dat de weg vrijmaakt voor hernieuwbare energie, voor de energieswitch. We creëren de ruimte die nodig is om te investeren in offshore wind, in vraagbeheer, in batterijen en opslag. En ik ga geen enkele vraag uit de weg. Ja, een beetje flexibele gascentrales zullen de komende jaren nodig zijn. Maar het zijn ook gascentrales die we gemakkelijk aan en uit kunnen zetten. Ze geven de flexibiliteit die we nodig hebben om de switch te kunnen maken naar 100% hernieuwbare energie. Niemand houdt van fossiel gas, ook ik niet. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat in ons systeem voor de energieswitch een duurzaamheidsclausule is opgenomen die ervoor zorgt dat zij ook de overstap gaan maken. We betoneren eigenlijk de uitstap uit fossiel gas. Hiermee creëren wij duidelijkheid en creëren wij zekerheid. Duidelijkheid rond de bevoorradingszekerheid, duidelijkheid rond de energieswitch, maar ook duidelijkheid voor de investeerders die we nodig hebben. Want die hernieuwbare energie, die energieswitch gaat alle kansen geven aan hernieuwbare energie. Zo zetten we volop in op wind op zee. Wisten jullie dat België het 5e land wereldwijd is als het gaat over wind op zee? Windmolens op zee is onze nationale trots. Net zoals ons bier, onze chocolade, onze frietjes en de koningin Elisabeth-wedstrijd. En ook wel een beetje onze rode duivels. Maar dus wij gaan met deze regering vooruit als het gaat over wind op zee. En daarvoor gaan we 3 dingen doen. We gaan de wind die we vandaag al hebben op zee, de capaciteit die we vandaag al hebben op zee, die gaan we minstens gaan verdubbelen. Zo maken we ook voor onze eigen burgers wind toegankelijk voor iedereen. Tegelijkertijd gaan we ons land gaan verbinden met Denemarken. Denemarken dat de komende jaren een heel groot windmolenpark gaat bouwen dat 10 miljoen Europese gezinnen kan voorzien van groene en goedkope stroom. Die stroom kan ook tot bij ons geraken en die kabel gaat daarvoor zorgen.
En ten derde gaan wij infrastructuur bouwen op zee. We gaan een energiehub maken dat ervoor gaat zorgen dat we die interconnectie kunnen maken met Denemarken, dat we onze eigen windmolens kunnen laten aansluiten op land. Want als uw windmolens op zee staan, maar de wind komt niet tot bij ons, dat gaat niet goed werken. Maar dat zijn drie zaken die voor ons topprioriteit zijn. Als we praten over energie, kan dat soms heel complex en heel technisch zijn. Maar energie is een domein van oplossingen. Energie is een domein om het gemakkelijker te maken voor iedereen. Energie heeft een heel belangrijke sociale component. We bouwen aan een energiebeleid voor iedereen en niet voor een paar mensen. Publieke steun is heel cruciaal om die energietransitie mogelijk te maken. Om burgers bij te kunnen betrekken, om een win-win te gaan creëren voor iedereen. Samenwerking is cruciaal. Mensen kunnen zich verenigen in energiegemeenschappen om energie met elkaar te gaan delen. En we hebben daar ook onlangs een heel belangrijke eerste stap in gezet. Burgers, maar ook gemeenten, verenigingen, KMO's kunnen binnenkort, binnen enkele jaren, als we de nieuwe windturbines op zee gaan bouwen, ook mee eigenaar maken van een windmolen op zee. Je kan dus mee producent worden van wind op zee. En daarom zeg ik soms, er staan de komende jaren heel veel spannende dingen te gebeuren in de energietransitie. En daarom is het heel belangrijk dat het energiebeleid voorspelbaar is. En soms zeg ik ook een beetje saai. Technische zaken in orde zetten. Het kader duidelijk maken. Het framework duidelijk zetten. Dat klaarheid creëert voor al de investeringen die we nodig hebben om al de burgers bij die energietransitie te betrekken. Ik geef mijn woord om te werken aan dat duidelijk en dat duurzaam kader. En dan hoop ik dat heel veel mensen, bedrijven, burgers, zoals jullie, meestappen in de energietransitie om die switch naar 100% hernieuwbare energie mogelijk te maken voor iedereen. Ik wens jullie een heel goed debat. Ik zou het heel fijn vinden dat jullie de conclusies van jullie debat met mij delen. Ik steek altijd iets op in een debat, maar ik er zelf niet kan bij zijn, kan ik jullie niet horen. Dus ik zie graag jullie conclusies tegemoet op de e-mail. Dank je wel. Goed, de minister heeft het over energie-switch, energietransitie, overstap naar 100% hernieuwbare energie. De eerste vraag die ik eigenlijk wil opwerpen, beschouwt iedereen energietransitie op dezelfde manier? Hanteert iedereen daar een eenvormige definitie voor? Wat houdt energietransitie in? Houdt dat voor iedereen hetzelfde in? Ik denk het niet. Als we de debatten zien, onder andere over kernenergie, misschien is mijn indruk is een beetje, als ik de minister hoor, dat het toch, hoe complex het ook is en hoe de complexiteit ook al geschetst is door Hans en Gert, dat zij toch een beetje de zaken nogal eenvoudig voorstelt. Johan, jij hebt een boek geschreven, Energie Trilemma, als ik het goed heb. Misschien kan jij eerst eens reageren op wat de minister gezegd heeft en op mijn vraag of zij het niet wat te simpel voorstelt. Ja, dank u. Haar boodschap is duidelijk. Is die simpel? Dat hangt er een beetje vanaf eigenlijk, hè. Omdat eigenlijk spreken we altijd over energiesystemen. Hè? En in een systeem heb je heel veel diverse componenten. En in de Belgische context van de kernuitstap spreken we eigenlijk vooral over het systeem van elektriciteitsproductie en consumptie. En natuurlijk, dat systeem verandert elke dag. En dat gaat ook structureel veranderen. Bijvoorbeeld door de bijbouw van interconnectie. Dat betekent hoogspanningsleidingen die ons verbinden met het buitenland. Er werd al verwezen naar die kabel met Denemarken. En dus natuurlijk, hoe meer interconnectie, hoe meer import-export mogelijkheden. Dat betekent ook dat we dus in ons eigen land misschien moeten minder investeren in controleerbare capaciteit, die absoluut belangrijk is om onze piekvragen altijd te kunnen volgen op het juiste moment. Dus vandaar die nood aan die gascentrales, die kunnen perfect die piekvraag 's ochtends en 's avonds volgen. Dat kan je niet echt doen met onze huidige nucleaire technologie. Die is daarvoor niet echt ontwikkeld geweest, bij wijze van spreken.
En dus uiteindelijk, ja, er gaat heel veel veranderen. Er komt veel offshore wind bij, er komt interconnectie bij, er komt vraagbeheersing bij. Er komt een toestroom van nieuwe elektrische voertuigen. Mensen worden ook aangezet om warmtepompen te installeren. De industrie moet ook gaan elektrificeren. En dus je moet met enorm veel onzekerheden rekening houden. En daarom moet je, denk ik, proberen via een modeloefening een paar van die onzekerheden in kaart te brengen. En dan kan je mikken op een soort afweging van wat is nu een systeem dat ten eerste betrouwbaarheid levert, hè, dat we dus niet zonder licht gaan vallen, dat tegelijkertijd aan ecologische doelstellingen voldoet, zoals minder CO2-uitstoot, maar ook natuurlijk minder ruimtebeslag en vele andere elementen, zoals conventionele vervuiling, en dat tegelijkertijd ook ergens te betalen valt. En dan moet je echt gaan kijken naar die systeemkosten vandaag en op termijn. En dus met dat soort oefeningen kan je duidelijkheid proberen te schetsen. Maar natuurlijk, je kan dat niet vereenvoudigen tot, laten we zeggen, conclusies die zeggen van kijk, die technologie klaart de klus en daarmee is alles opgelost. We moeten altijd echt componenten gaan aan elkaar koppelen. En er is geen perfecte oplossing. Vooral niet omdat we natuurlijk vandaag in 2021 niet kunnen claimen echt te weten wat allemaal gaat gebeuren naar 2050 toe, hè. Ook niet vergeten, die gascentrales, waar veel wordt over gepraat, die worden dikwijls ook een beetje gedemoniseerd. Maar je kan die ook laten draaien deels op waterstof en je kan die ook gaan voeden met biogas, met synthetisch gas en noem maar op. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in nieuwe gasvarianten die enorme CO2-voordelen hebben. En dus vandaag worden die gevoed met aardgas, maar in 2035 kunnen die grotendeels draaien op biogas of op andere varianten eigenlijk. Hè. Maar dat weten we niet zeker. Dat hangt af van heel veel beleidskeuzes. Dat moet allemaal worden ondersteund, worden gereguleerd. Hè? En dat vraagt heel veel tijd. En dus de minister gaat al die aspecten niet kunnen behandelen in een korte uiteenzetting van een paar minuten tijd. Maar op haar kabinet wordt er wel natuurlijk aan veel van die aspecten gewerkt. Mm-hmm. En dit is een leerproces. Nu, om uw vraag van definitie toch ook even te behandelen. Voor mij is de energietransitie vooral een leerproces. Ja. Met als doel te eindigen bij natuurlijk een beter systeem dat onze maatschappij ook ondersteunt. En dat niet alleen gaat over de productie van energie, hè, maar ook gaat over levenskwaliteit op een toegankelijke manier. Dus in mijn ogen is minder conventionele vervuiling, waar weinig over gepraat wordt, is nog altijd een heel belangrijk thema dat ook veel aandacht verdient. Hè. Dus ik zou zeggen, energietransitie is vooral een leerproces. Maarten, kan jij daar eventueel op reageren? Je microfoon staat uit. De klassieke fout. Aansluitend op, op het allerlaatste wat Johan zei, daar ben ik uiteraard volmondig mee eens. De energietransitie is een leerproces dat gepaard gaat met heel veel onzekerheid. We hopen dat we kunnen landen zo snel mogelijk op die nuluitstoot, maar we weten niet precies hoe dat in zijn werk zal gaan en welke van de beloftevolle pistes of pistes die nu beloftevol lijken, al dan niet zullen slagen. Maar precies omwille van die onzekerheid en omwille van het leerproces dat Johan beschrijft, denk ik wel dat er een belangrijk meningsverschil is met wat de minister daarnet heeft gezegd. Voor mij is de energietransitie zoals zij die defineert, namelijk het streven naar 100% hernieuwbare energie, is de kar voor het paard spannen. Onze doelstelling is helemaal niet om 100% hernieuwbare energie op te wekken. Onze doelstelling, of een van onze doelstellingen, voor wat betreft de bestrijding van klimaatopwarming, is uiteraard om onze uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen. Vooral CO2, maar in de marge daarvan ook methaan en lachgas en andere broeikasgassen, maar natuurlijk vooral CO2. En dan zijn er heel veel verschillende technologieën die dat kunnen bereiken. Onder andere inderdaad hernieuwbare energie. Maar zoals Johan ook zei, er zijn geen wonderoplossingen. En nog zonnepanelen, nog windmolens zijn wonderoplossingen. En beide kampen met zeer serieuze technische bezwaren waarvan het best mogelijk is dat we die binnen een aantal jaren zullen oplossen, maar waarvan het ook best mogelijk is dat we die niet zullen oplossen. Of dat we die niet zullen oplossen tegen een economisch aanvaardbare prijs.
Dus daarom denk ik dat het belangrijk is om alle opties open te houden, om ons niet ertoe te verbinden om in te zetten op één iets, om ons blind te staren op die 100% hernieuwbare energie, omdat het dan per definitie goed zou zijn, terwijl hernieuwbare energie heeft ook allerlei vormen van milieu-impact. Waar ik natuurlijk naartoe wil, is dat er is nog een andere energiebron die, in tegenstelling tot wat veel mensen verkeerdelijk denken, en dat heeft onder andere te maken met de groene propaganda van de afgelopen decennia, is namelijk kernenergie, en die is ook CO2-neutraal. Er is natuurlijk wel wat CO2 dat vrijkomt bij de hele opwekkingscyclus, maar dat geldt ook voor zonnepanelen en windmolens. Dus eigenlijk de uitstoot van kerncentrales per opgewekte kilowattuur is vergelijkbaar met die van zon en wind. In ieder geval is veel kleiner dan natuurlijk van fossiele brandstoffen. En het grote voordeel van kerncentrales is dat ze weersonafhankelijk zijn. Dus dat ze energie kunnen leveren bij weer en wind. En daarbovenop dat ze een zeer klein oppervlakte en dus een relatief klein materiaalgebruik met zich meebrengen. Nu, onze kernuitstap lijkt mij in dat opzicht een totaal verkeerde strategie. Want de minister pakt natuurlijk graag uit met het feit dat wij een van de koplopers zijn wereldwijd qua ontwikkeling van wind. En dat is allemaal wel prima natuurlijk, maar dat is een soort van doelmiddelverdraaiing. Want het feit dat er veel windmolens staan en dan vooral geïnstalleerde capaciteit, dat zegt eigenlijk niks. Want die windmolens die moeten natuurlijk wel draaien ook. En dat is niet altijd het geval. Op zee is dat iets beter dan op land. Ik ben wat dat betreft ook niet de grootste technisch onderlegde persoon. Maar ik weet er wel genoeg vanaf om te begrijpen wat het probleem is van wat men intermittency noemt. Dus de onbetrouwbaarheid of de weersafhankelijkheid van hernieuwbare energie. Dus je moet altijd gaan kijken. Ik ben ook een voorstander van hernieuwbare energie en ik zou het even dwaas vinden om bijvoorbeeld 100% kernenergie te gaan bepleiten, want dat zou ook een enorm risico zijn. We weten dan ook niet wat ons leerlingen ons precies zal uitwijzen. Maar ik geloof wel dat je moet gaan kijken naar de ultieme maatstaf die we uiteindelijk nodig hebben in de komende jaren en decennia, is niet hoeveel windmolens er staan of op hoeveel daken er zonpanelen liggen, maar is hoeveel uitstoot is er. En dan als je kijkt naar de huidige uitstoot en dan de voorspellingen die gemaakt zijn door Energyville, door Amber, de Britse denktank, dan zie je dat België als een van de enige Europese landen meer zal uitstoten. Dus er zal echt een forse stijging zijn van de CO2-uitstoot. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat onze kerncentrales dichtgaan. Dus als je die meetlat gebruikt om het klimaatbeleid van de minister aan af te meten, ja, dan kan zij uitpakken met al haar mooie praatjes over de Noordzee die vol windmolens zal staan en dat we daar wereldwijde koploper zijn. Maar de realiteit is dat we meer CO2 zullen uitstoten, dat er ook meer luchtvervuiling zal zijn door die gascentrales en dat het helemaal niet gegarandeerd is dat die gascentrales op waterstof zullen draaien binnen een x-aantal jaar en dat het dan nog eens om groene waterstof zou gaan ook. Dus ik denk... Mag ik je onderbreken? Zeg maar. Het was een beetje te verwachten dat we heel snel rond het thema kerncentrales en gascentrales daarop zouden belanden. Onvermijdelijk. Onvermijdelijk. Misschien kunnen we daar straks nog eens op terugkomen. Maar ik wil eerst graag eens van Gilbert horen hoe hij kijkt naar energietransitie en of hij ook onmiddellijk, misschien vanuit zijn expertise, dat ook betrekt op kernenergie. Ja, dank u wel. Ja, kernenergie gaat het klimaat niet oplossen. Het zal er hoogstens een marginale bijdrage toe leveren, dan vooral in Azië. En daar kunnen we direct op vooruit gaan. Maar ik zou... Energietransitie is iets heel grondig. Het is veel meer dan een leerproces. Het gaat onze productie, onze consumptiewijze. Neem maar onze verwerkende industrie, onze enorme concentratie van petrochemisch staal, zowel in Duinkerke als Sigmar. Dat moet allemaal omgebouwd worden, onze transportmodi. Het is anders gaan leven in een heel ver, diepgaande betekenis. Het zal ook sociaal een enorme transformatie. Werknemers gaan moeten omschakelen op grote schaal. En er komt een heel moeilijke uitdaging voor een, laten we zeggen, billijke verdeling van de lusten en de lasten. Als we zien hoe dat nu gebeurt met de vervuiling van 20, 30 jaar geleden. In Antwerpen, nu dat weggezet wordt, vervuiler betaalt dat zo vastgegoten. Waar gaan we morgen naartoe? Wat zijn we nu al bezig? En het ETS-systeem toont het al aan. Maar ik wil één voorbeeld geven om de nucleaire discussie van straks toch maar in te leiden. Er is iets heel belangrijk gebeurd op 19 mei laatstleden. We hebben gedurende 3/4 ons volledige nucleaire productie, onze 7 kerncentrales draaiden. We hebben die aan negatieve prijzen moeten verkopen.
op de Europese markt. Wij hebben kernenergie te veel in dit land, al heel lang. Ook Frankrijk, die nu naar 50% gaat terugbrengen. Maar wij hebben dus, er was zeer veel zon die dag. Er was geen wind, anders hadden we de windmolens moeten afschakelen, wat dit jaar al veel gebeurd is. Maar we zitten dus in een paradoxale situatie, dat wij eigenlijk de concentratie zijn van de grootste kernenergie ter wereld, 20 reactoren in en 40 kilometer rondom ons, 15% van de Europese nucleaire capaciteit ligt hier. Doel is het dichtstbevolkte nucleaire site ter wereld. En Gravelines, de grootste kernpark aan onze westkust van Europa. Daarin is er af en toe veel te veel en soms een dreiging van te weinig nucleair, wat misschien in koude winters tussen 25 en 30 zou kunnen gebeuren. Dus nu veel te veel nucleair, een mislukte EU-politiek op nucleair vlak, dat moet rechtgezet worden. En ik denk renewables hebben heel veel te bieden. Of we volledig uit het nucleaire moeten uitstappen, zou ik straks op willen terugkomen bij meer een nucleair debat. Maar voor mij is energietransitie een fundamentele ommekeer. En ik zou daarbij de 30 novemberverklaring willen aangrijpen. Het is een verandering van de groei. Groei zoals we die gekend hebben, de exponentiële groei, die daar straks prachtig geschetst is. Daar is in de biologie maar één voorbeeld voor een kankerproces. Exponentiële groei eindigt met de energie van het ganse lichaam eigenlijk het lichaam zelf te gaan vernietigen en op te slorpen. Wij moeten de groei zelf, het kan zo niet verder gaan. Wij moeten respect voor de natuur opbrengen, anders gaan werken, anders gaan produceren, anders gaan consumeren. Het doet mij denken aan een gesprek dat ik met Kate Robert van de Donut Economie had. Die zei, als men in Engeland zegt, he has growth, betekent dat dat hij kanker heeft. En het sluit ook aan bij iets wat ik las over Václav Smil. Blijkbaar een filosoof die nu een boek gemaakt heeft, De cijfers liegen niet. Enfin, hij had al veel boeken gemaakt, maar plots is hij in de belangstelling gekomen omdat Bill Gates hem een van zijn favoriete auteurs noemde. En die zegt, ja, zolang, het sluit aan bij wat jij zegt, Gilbert, zolang we, hoeveel is het, 10 miljard ton fossiele brandstoffen per jaar gebruiken, dan, ja, dan gaat er niets veranderen. En hij spreekt ook over dat het misschien gaat moeten dat we beperkingen opleggen aan bijvoorbeeld vliegreizen. Dus dan komen we misschien straks, ja, kunnen we het ook hebben over mobiliteit of hoe gaan we daarmee om? Wat is jouw reactie daarop, Hans? Ja, Gilbert was een goede aanloop natuurlijk naar mij. Hè. Goed opgebouwd, Geert. Dus, maar ja, eigenlijk die verklaring van de minister heeft mij een beetje kwaad gemaakt. Natuurlijk, de politiek, dat is de kunst van het haalbare. De vraag is of dat het haalbare dus eigenlijk genoeg is. Hè. We gaan uit van veel veronderstellingen eigenlijk. Eigenlijk komt het hierop neer, we stellen de groei niet in vraag. We blijven groeien, maar we gaan het proberen proper te doen. Hè. Ik ga niet zeggen dat dat niet nut, dat is natuurlijk nuttig, hè, om dat zo proper mogelijk te doen. En dat betekent dus inderdaad die fossiele brandstoffen naar beneden halen en zo. Hè. En dan zwijgt de minister natuurlijk heel zedig over de kernenergie, die daar een deel van een oplossing zou kunnen voor zijn. Waarom natuurlijk niet? Hè, dat die kernenergie ons als voorouder een beetje blok zet natuurlijk. Hè. Want zadelen we onze toekomstige generaties met een levensgroot probleem op. Hè. En bovendien natuurlijk bijzonder gevaarlijk als er daar een accident mee gebeurt. Hè. Het is misschien een kleine kans, maar het is wel een grote ramp in het risicomanagement. Zou men dat al uitschakelen eigenlijk? Hè. Dus het heeft mij een beetje ontgoocheld. Men gaat eigenlijk van een brede consensus uit en je voelt dat die consensus over in Europa al zeker eigenlijk ontstaat. Hè. Dus Agalef is inderdaad al heel ver weg. Hè. Dus het anders leven wordt, dat dacht men eigenlijk niet meer haalbaar. En dus men blijft in een bepaalde logica hangen. Dat hoor je dan aan de minister Borg, die zegt, ja, de investeerders die we nodig hebben, hebben we die nodig? Hè? Dus we kunnen ook, de gemeenschap kan dat ook doen zonder investeerders. Dan is de gemeenschap die investeert natuurlijk. Hè.
En dan iedereen wordt producent, dus iedereen wordt dan ook weer in het bad getrokken, hè, waar dat je dan uiteindelijk ook deel van uitmaakt, zodat je geen woord en wederwoord niet meer krijgt. Maar daar liet ze in op het einde van wat ze zegde toch een opening voor, als ik het goed gehoord heb. Dat is juist mijn punt, Geert. Dus als je iedereen mee producent maakt, maar je trekt iedereen in dezelfde beurslogica, als het ware, mee, iedereen wordt aandeelhouder, hè, dan heb je natuurlijk ook geen tegenmacht meer. Die de krachten die dat beurssysteem draaiende houden, in vraag stellen. Hè. Dus, en zo zit de mensheid gevangen in een aantal vooronderstellingen. Men gaat er feitelijk al vanuit dat de mensheid niet in staat is om zichzelf beperkingen op te leggen. Hè. En men probeert het allerkwaadste te voorkomen, namelijk dat die broeikasgassen, dat die fossiele uitstoot eruit gehaald wordt. Wat natuurlijk ook moet, hè, maar volgens mij is dat totaal onvoldoende. Hè. De kunst van het haalbare, heb ik gehoord. Maar het haalbare zal niet genoeg zijn. Mag ik daar kort op inpikken? Zeker. Wel, Vaclav Smil is ook een van mijn favoriete auteurs. Zijn boek over de geschiedenis van beschaving en energie is geweldig. En vooral ook zijn boek over power density, wat volgens mij een onderschat begrip is in energiesystemen. Dus de hoeveelheid oppervlakte die verschillende energiesystemen in beslag nemen. Maar ik geloof wel dat hij zich vergist als het over groei gaat. En ik wil hier graag een lans breken voor groei. Ik vind dat groei een zeer makkelijk doelwit is om op te schieten en dat het intuïtief klinkt dat we van die groei af moeten omdat we daar allemaal verslaafd aan zijn geraakt. Maar ik geloof niet dat groei op zich het probleem is. Groei is het proces, groei is in de economische zin de toename van goederen en diensten die mensen voor elkaar maken. Dat is waar we ongeveer al onze welvaart en onze vooruitgang aan te danken hebben. Dus het is zeker niet uitgesloten dat die groei vertraagt, maar we moeten wel twee keer nadenken, denk ik, voor we die groei zelf als boosdoener gaan zien voor onze samenleving. Ik geloof dat groei ook mogelijk is op een manier die een minder groot beslag legt op het milieu en die een minder grote impact heeft op het klimaat. En ik denk dat je daarvoor vooral moet kijken naar het concept van ontkoppeling. Ontkoppeling is de naam voor dus het fenomeen waarbij je nog steeds economische groei hebt. Dus je BNP zal blijven stijgen. Maar de impact dat je hebt op het klimaat en op het milieu, die zal beginnen dalen. Je hebt dan een onderscheid tussen relatieve en absolute ontkoppeling. Nu, dat klinkt allemaal nogal theoretisch natuurlijk. Maar ontkoppeling is mogelijk en is ook al daadwerkelijk in de praktijk gebracht. En nu kom ik opnieuw bij kernenergie. Kernenergie is een manier om energie te doen groeien, onze consumptie van energie te doen toenemen en tegelijkertijd de schadelijke impact ervan, wat dat economen de externaliteiten noemen, om die naar beneden te halen. En dat zien we vandaag ook. Gilbert heeft het terecht gezegd, wij zijn inderdaad een hotspot van kerncentrales over de hele wereld. Je kan dat ten goede of ten kwade duiden, maar één iets waar je helemaal niet van onderuit kan, is dat België, en dan zeker nog Frankrijk in veel sterkere mate, zeer goede cijfers kan voorleggen als het gaat over de koolstofintensiteit van onze elektriciteit. En die koolstofintensiteit, dat is precies wat ontkoppeling betekent. Je wekt heel veel kilowattuur op, maar je gaat er heel weinig uitstoot aan koppelen. Dus ik geloof dat we kunnen blijven inzetten op groei, want we hebben groei het stopzetten van groei zal volgens mij ook collectieve verarming betekenen, want dan heb je gewoon een taart die niet meer groeit, dus dan moet je de taart gewoon steeds kleiner maken en anders gaan verdelen. En ik geloof net dat slimme technologieën, ook hernieuwbare energie, maar ook kernenergie, ervoor kunnen zorgen dat we inderdaad groei kunnen hebben, maar dan wel groene groei. Dus ik denk dat dat ook veel verstandiger is en haalbaarder inderdaad dan af te stappen van het concept groei zelf. Mag ik daar misschien even op nucleair tussenkomen? Mag ik even tussenkomen, moderator? Zeker. Ik ben het daar niet mee eens. Het nucleair heeft getoond dat het ons ook zeer kwetsbaar maakt. Kwetsbaarheid is niet alleen geopolitiek, geografisch, het is ook technologisch. Wij zijn met al de pannes, met de grote ongevallen. En wij zijn door ons dichte bevolking, wij zijn van de kwetsbaarste gebieden voor zoveel concentratie van nucleair.
Ik denk dat we dat veel kritischer moeten bekijken. De Hoge Gezondheidsraad was zeer duidelijk. Het kan een groot ongeval ook bij ons. Het kan vergaande, langdurige gevolgen hebben, grensoverschrijden. En het kan kosten hebben die eerder het BNP benaderen en die niet gedekt zijn, geen 10% door de nucleaire verzekering op dit ogenblik. Dus door de verdeling van lasten en lusten. Dus het nucleaire kan mogelijk zijn oplossing zijn, maar het komt uit het militaire. En wij zien nu de laatste ontwikkelingen van de laatste maanden in de Verenigde Staten. Het wordt opnieuw militair gedreven in de competitie met Rusland en China. Het zijn niet ontwikkelingen zoals Mira en Mol die het gaan maken of de kleine reactoren. Daarover gaat het niet meer. Er zijn compleet andere strategieën op het ogenblik in die drie militaire machtsblokken op nucleair vlak bezig. En de discussie zou eigenlijk daarover moeten gaan. Want nucleair gaat het niet oplossen, het klimaat. En ik denk, ik zou daar de minister wel niet verdedigen, want ik ga niet zo ver op nucleair vlak als zij. Maar terugkomend op uw eerste vraag, moderator, dat is dat de transitieperiode wordt zeer moeilijk, wordt een zeer delicate en een van de grootste dreigingen op wereldvlak is oorlog. Een nucleaire oorlog, waarvan het risico op dat ogenblik in de academie in de Verenigde Staten op 1 promiel tot 10% per jaar geschat wordt, dat het misloopt in de wapenwetloop. Dus daar moeten we eerst de atoombewapening terug, het ondertekenen van het atoomwapenverdrag. Dat zou de beste nucleaire stap zijn, eerder dan de tweejaarse centrales te sluiten. Dat is een nuance. Maar het nucleaire gaat niet oplossen. Maar gas gaat wel, en wij moeten in de transitie, spreken we over 20, 30 jaar. Merkel, kernfysicus, heeft dat ook met haar ethisch comité, met Siemens, met de industrie, zeer voorzichtig gespeeld. Je kunt niet alles van vandaag op morgen afsluiten. Je hebt gas nodig in de transitie. Ik geloof dat ook hier. Wat wij kunnen doen is het halen met 2, 3 gascentrales en de 2 kerncentrales nog 10 jaar verder openhouden. Ik weet, het is een symbooldiscussie voor de Groenen, maar men moet hier genuanceerder, denk ik, overgaan. Maar ik zou de gas, ik ben het helemaal niet eens met de analyse van Maarten Boudry over gas. Gas is een van de zuiverste energievormen vandaag. De efficiëntie energetisch van gas is 63% met de nieuwe centrales die de minister... Maar het is wel, het veroorzaakt luchtvervuiling, die zal leiden tot luchtvervuilingsdoden en het veroorzaakt miljoenen tonnen CO2-uitstoot. Nee, dat kan toch op geen enkele manier als zuiverder dan kernenergie. Waarover we spreken in België, dan is dat gelijk met de CO2-productie die beoogd wordt door INEOS in de petrochemie in Antwerpen. Dat project alleen zal 1 miljoen ton zijn. Dat staat gelijk met eventueel met een kerncentrale. Maar we zitten in het Europees systeem waar de schadelijkste centrales elders zullen gesloten worden. Maar ik heb het daar niet over. Gas heeft 63% energie-efficiëntie. Kernenergie 35%. Maar dat is helemaal niet de zaak, de energie-efficiëntie. We verspillen 2/3 van de energie. Moeten de verspilling van de energie in de eerste plaats. En als je dat niet bij uw redenering opneemt, meneer Boudry, dan speelt je het niet correct. Er is het ook qua fijnstof. Gilbert en Maarten, ik ga jullie even onderbreken. Ja, ik ga mijn rol als moderator opnemen en jullie even onderbreken hierover. Want ik vermoed dat die discussie nog heel lang zou kunnen duren. Ik wil even inpikken op termijnen. Ik hoor hierbij zeggen 20, 30 jaar. 2050 is een veel naar voorgeschoven datum. Ik heb anderhalf jaar geleden een interview gedaan met de Nederlandse klimaateconoom Richard Tol, die lesgeeft aan de Universiteit van Sussex. En die zegt een energietransitie, dat duurt 100 jaar. Wat is jouw reactie daarop, Johan? De historische energietransities die hebben inderdaad lang geduurd. Hè? Hoe dat exact 100 jaar was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we moeten goed kijken naar wat heeft die historische transities in gang gebracht. En over het algemeen waren dat zeer duidelijke overheidsbeslissingen. Men heeft toen keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld, nucleair is er als overheidskeuze. Dat was nooit of nooit in de private markt ontwikkeld geweest. Dat is gewoon echt volstrekt ondenkbaar. Hè? En dus nu, je hebt mensen die zeggen, kijk, kernfusie komt er ook misschien aan binnen x jaar. Hè? Dat is ook een overheidskeuze geweest. De private markt gaat daar nooit 1 eurocent in investeren in zo'n zaken. Hè? En dus het hernieuwbare verhaal is op gang getrokken met de olieshocks vanaf 1972, is toen in Denemarken gevoed geweest, vooral met de keuze voor windenergie. En dat is blijven hangen. En dat is nu aan snelheid aan het winnen, bij wijze van spreken. En dus we mogen niet vergeten dat het hernieuwbare verhaal, dat is
pas begonnen, bij wijze van spreken. Dat is echt 10 jaar ernstig. Dat was, daarvoor was dat, wat we zeggen, vallen en opstaan, en niet bepaald een schitterende efficiëntie. Dat is nu echt begonnen. En dus dat gaat gewoon, we gaan momentum winnen. En als je kijkt naar de tenders die vandaag worden gewonnen voor nieuwe windparken, nieuwe zonneparken, ook met batterijcapaciteit aangekoppeld, dat zijn verbluffende cijfers. Dat was ondenkbaar terug, 5 jaar terug. Dus daar zitten we natuurlijk met een tijdshorizon, denk ik, van 50, 60 jaar. En dus dat verhaal ziet er behoorlijk goed uit wat betreft kostenefficiëntie op lange termijnen. Dat is een belangrijk element. En dan die termijnen, het jaar 2050, dat is belangrijker dan dat we denken. Omdat als de minister praat over de kernuitstap, dan heeft zij 2050 in haar achterhoofd. We weten allemaal natuurlijk, als we gascentrales gaan bouwen, dan komt er meer CO2-uitstoot. Maar ja, in 2050 zitten we met een heel andere dimensie. Hè. Daar moeten we ook wel even rekening mee houden. Wat ik nog even ook wil zeggen, is dat wat er nu gaat gebeuren in de komende 10 jaar, gaat zich allemaal afspelen natuurlijk ook in ETS, zoals is gezegd geweest door Gilbert. En dat betekent dus dat hier hypermoderne nieuwe gascentrales, die kunnen bijvoorbeeld een impact hebben op het gebruik van steenkoolcentrales in de rest van Europa. Dat zou best mogelijk kunnen zijn. Nu, naar 2050 toe moeten we toch ook wel ook eens kijken naar het kapitaal dat we vandaag hebben, terug toegepast op kernenergie. Dan zijn die kerncentrales ongeveer 70, 80 jaar oud. Hè. Wat natuurlijk nogal ondenkbaar is, dat we gaan die technologie zo lang nog in dienst gaan gebruiken. Dus in mijn ogen is het nucleaire debat ook een zeer tijdelijk debat. Die gaan niet meer in gebruik zijn naar 2050 toe. Dat is gewoon in mijn ogen ondenkbaar. Omdat we dus al heel wat problemen hebben met die centrales. Die zijn zeer weinig beschikbaar. Die zijn alle gedurig in revisie. De betonscheurtjes kwestie was er. De sabotageactie in Tihange, in mijn ogen het pijnpunt eigenlijk. Nog altijd niet opgeklaard wie die sabotageactie eigenlijk heeft veroorzaakt. Hè. Dus 2050 zijn die er niet meer, die centrales. Die zijn weg. En dan natuurlijk moeten we iets in de plaats hebben dat ons genoeg levenskwaliteit kan bieden op een betaalbare manier. En dat wordt terug, denk ik, een combinatie van een deeltje gas misschien nog altijd. En dan natuurlijk hernieuwbare technologie gecombineerd. Maar dus, ja, is dat proces voltrokken in 2050? Helemaal niet. Omdat het ook bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk gaat zijn dat gans de industrie is geëlektrificeerd tegen 2050, hè. Ze hebben daar ook een kapitaalcyclus van decennia lang. Een vrij recent staalbedrijf, dat gaat niet de komende 10 jaar zijn drijfkracht van gas op elektriciteit gaan overschakelen. Dat gaat dat toe in functie van de kapitaalcyclus. En de kapitaalcyclus bij de cementindustrie is bijvoorbeeld 40 jaar. En dus, ja, je moet dat wel wat tijd geven. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we in 2050 gaan weten wat echt mogelijk is wat betreft radicale CO2-reductie. Maar nu is dat nog niet echt goed, hè? Is dat een haalbare datum om die klimaatdoelstellingen die geformuleerd zijn, om die dan te halen tegen die tijd? Zeker in het licht van wat we daarnet zeggen over Václav Smil, die zegt van ja, zolang die 10 miljard ton fossiele brandstoffen per jaar gebruikt worden, zie ik daar geen evolutie in. En jij zegt ook, Johan, die staalindustrie, ik herkende dat ook in het betoog van Smil, maar niet alleen staalindustrie. Je hebt ook natuurlijk, daar wil ik misschien straks nog opkomen, maar de gebouwen, onze gebouwen. Ik las het betoog van toekomstverkenner Stefan van Dist, die zegt dat we eigenlijk tegen 2030 95.000 woningen zouden moeten kunnen renoveren en isoleren. Wat zei hij? Dat zijn er 11 per uur. Dat zijn cijfers die toch vragen oproepen. Dus is dat haalbaar, die 2050? Ja, dat weet niemand. Hè. Niemand kan dat met zekerheid natuurlijk claimen. En dat zal afhangen van natuurlijk beslissingen op andere fronten. Bijvoorbeeld, wij praten eigenlijk nu vooral over elektriciteit. Hè. En elektriciteit is deel van het ruime energiesysteem.
Maar dus de productie van olie en aardgas, we hebben daar niks mee te maken in België. Dat gebeurt door de globale marktkrachten die wij in geen enkel opzicht kunnen controleren. Alleen we kunnen wel gaan taxeren bij de consumptie in België. Nu, die globale marktkrachten, die dus ook voor die groei hebben gezorgd in de afgelopen 150 jaar, hè, wat we allemaal zoveel aan te danken hebben. De vraag is dan, wie controleert die globale marktkrachten? Het antwoord erop is niemand. Dus als die globale marktkrachten ons hebben gebracht naar, laten we zeggen, dat was ook in de inleiding duidelijk te horen, naar overconsumptie, naar heel veel verspilling, wie moeten we dan aanspreken om die globale marktkrachten echt te kunnen corrigeren? Er is niemand om aan te spreken. Dus als we dat willen veranderd zien, als we die verspilling willen corrigeren en als we duurzaamheid op een globaal niveau ook willen op de agenda krijgen, dan moeten we ook ergens willen ingrijpen in hoe de wereldeconomie functioneert. En dat kan Europa als continent wel doen, door bijvoorbeeld voorwaarden te stellen aan de producten die mogen geïmporteerd worden in Europa. Dan kan je zeggen tegen je handelspartners, kijk, je moet die en die voorwaarden invullen, of je mag niet meer verkopen in Europa. Daar wordt ook zo over nagedacht door de Europese Commissie met een Carbon Border Adjustment Tax eigenlijk, hè. En dus dat zijn heel moeilijke politieke discussies, omdat je voor een stuk in je eigen voet schiet en dat je electoraal dat moeilijk kan verkopen, denk ik, op korte termijn. Natuurlijk, op lange termijn kan je hiermee een dynamiek gaan teweeg brengen die enorm veel hefboompotentieel heeft eigenlijk. Hè. En Europa is nog altijd, niet vergeten, het meest rijke continent ter wereld, met de meest rijke consumenten ter wereld. Als Europa zegt, zo moet het, of je gaat hier niet meer kunnen verkopen, dat maakt wel impact. En binnen de G7 wordt er meer en meer in die richting een klein beetje gedacht. Wat ik gewoon wil zeggen is, als wij tegen 2050 een radicale verandering willen zien, dat gaat niet alleen afhangen van onze technologische keuzes. Helemaal niet. Dat gaat afhangen van intercontinentale keuzes over gans de organisatie van de globale wereldeconomie. En over... Dan moeten we durven hard zijn en onze macht ook gebruiken. Eigenlijk, Europa heeft veel macht. Heeft dan in het verleden niet echt goed uitgespeeld, vind ik. Hè? Maar er is nu wel een kentering. En dus dat is meer een geopolitiek, kan ik zeggen, een machtsspel, maar het zoeken naar een andere balans. En dat gaat ook wat tijd vragen. Hè? Kan dat veranderen? Ik zeg niet nee. Dat zou, denk ik, zeer fatalistisch zijn. Maar dat gaat niet makkelijk zijn. Ligt daar een mogelijkheid om wat Maarten ontkoppeling noemt, om dat op dat vlak door te drijven? Wat denk jij, Maarten? Wel... eerst een heel korte opmerking op wat dat, Johan toch nog zei over 2050. En de kerncentrales die vandaag bestaan, inderdaad, ja, zelfs ik, een grote voorstander van levensduurverlenging, geloof niet dat ze het tot 2050 zullen draaien. Maar hetzelfde geldt voor elke windmolen en elk zonnepaneel. Dus alle zonnepanelen die nu op ons dak liggen, elke windmolen die nu in de Noordzee staat, die zal er niet staan. Tegen 2050. Dus tegen dan hebben we een heel nieuw energiesysteem nodig. En dat betekent dat we dus allerlei nieuwe zaken kunnen uitproberen met inbegrip van nieuwe kerncentrales. Maar goed, nu terug naar het punt inderdaad over die geopolitieke macht. Natuurlijk, ik zou graag hebben dat Europa een leidende rol speelt. En inderdaad, nu al, denk ik, is ons aandeel in de wereldwijde energieuitstoot aan het slinken. Dus zowel op het niveau van de bevolking als op het niveau van de CO2-intensiteit van de economie, denk ik dat Europa steeds minder invloed zal hebben. Maar we hebben natuurlijk wel nog altijd, we zijn nog altijd het meest rijke en welvarende continent. Dus ik denk wel inderdaad dat we een grote hefboom hebben om ook de rest van de wereld ertoe te brengen om minder CO2 uit te stoten. Alleen geloof ik niet dat een spel mag worden van gewoon brute geopolitieke macht. Want wij kunnen natuurlijk in principe met de G7, met Europa, met de westerse landen in het algemeen, zouden wij bijvoorbeeld een wereldwijd verbod op steenkool en op olie en op gas kunnen afdwingen. Voor een stuk is dat nu al wat gebeurd. Dus de Wereldbank bijvoorbeeld, verstrekt al geen leningen meer voor investeringen in steenkool. Wel, ik heb daar toch een aantal ethische bezwaren tegen. Want zolang wij niet met die ontkoppeling afkomen, zolang wij dus niet de technologische innovaties naar voren schuiven die we aan die arme landen of aan ontwikkelingslanden kunnen geven om te zeggen van kijk, maar dit is eigenlijk even goed als steenkool en eigenlijk nog veel beter, want het is niet vervuilend en het stoot geen CO2 uit enzovoort.
Zolang we dat niet doen, vind ik het immoreel om andere landen die fossiele brandstoffen te ontzeggen die wij, waar wij zoveel van onze welvaart aan te danken hebben. Dus daarom, denk ik, is de zoektocht naar ontkoppeling, naar manieren om energie op te wekken, om energiesystemen op te wekken, zoals Johan zegt, want het gaat altijd over systemen, zonder CO2 uit te stoten, is ook een morele noodzaak. Want als we dat niet doen, dan denk ik dat de manier waarop we dan de wereld er gaan toe brengen om minder uit te stoten, zal gewoon niet moreel zijn. Want een miljard mensen heeft nog altijd geen toegang tot elektriciteit. En 5 miljard mensen hebben veel te weinig energie. En waar gaat die energie vandaan komen? Wel, zoals het er nu uitziet, de gemakkelijkste, de goedkoopste manier om energie op te wekken is fossiele brandstof. Maar dat willen we niet natuurlijk. Maar wat we ook niet willen, is dat die mensen in armoede blijven. Dus we moeten op zoek gaan naar die ontkoppeling. En dan ga je niet de pro-nucleaire fanaticus uithangen. Van mij mag dat elke vorm van technologie zijn. Daarom vind ik innovatie zo belangrijk. We kunnen niet op voorhand voorspellen welke oplossingen het gaan worden. Maar ik weet wel, als we het probleem gaan oplossen, dan zal die innovatie nodig zijn. Want op dit moment denk ik dat onze technologieën nog ontoereikend zijn. Mm-hmm. Ik hoor moreel. Ik geef straks het woord aan jou, Gilbert, terug. Ik hoor moreel en ethiek klinkt daar eigenlijk ook in door, om te kijken op wereldschaal. Nu, dat doet er mij ook aan denken dat aan het wetsontwerp in Frankrijk rond de ecocide en natuurlijk aan het oordeel van de rechtbank in Nederland ten opzichte van Shell. En dat legt de brug naar afdwingbaarheid enzovoort. Hoe kijken jullie daarnaar? Hans, misschien van jou eerst een reactie daarop. Well, ja, goed. Over het immorele. Hè. Dus ik denk dat het vooral immoreel is om de rijkdom die we hier hebben te houden. Hè. En dan te zeggen aan de ander, weet je wat, je kan even rijk worden als ons. Hoe weten we dat de planeet om zeep helpt? Hè? Ik herinner me nog, als ik in de jaren 80 aan de Universiteit van Gent zat, was er een professor die mij vertelde dat als de Chinezen biefstuk begonnen eten zoals wij, dat er dan een groot ecologisch probleem ging ontstaan. We zitten ondertussen in die fase. Hè? Dus het is immoreel, denk ik, van te zeggen, alle arme landen mogen nu even rijk worden dan ons. Eigenlijk moeten wij gewoon onze rijkdom verdelen. Wij moeten wat armer worden en dat beter verdelen. Dat, denk ik, is echt moraliteit. Hè? Het tweede deel van uw vraag ben ik ondertussen kwijt, heer. Dus de Chinezen mogen geen biefstuk eten. Ja, sorry dat ik het zo cru stel, maar wat ik u wil vertellen is bijna hallucinant. Dus wij moeten arm worden en zij mogen niet rijk worden omdat het de planeet om zeep zou helpen. Laat het ons beter verdelen, Maarten. Hè? Want wat u voorstelt is, groei is eigenlijk de oplossing. Dat is echt de neoliberale dooddoener die er is. We gaan ons stukje taart niet verminderen, we gaan de taart gewoon vergroten. Hè? Ja, dat is de manier taart, waarop wij de armoede ontsnapt zijn. De taart kan niet meer vergroot worden. Hè? Als je kijkt naar... Als je kijkt naar de aarde van op de maan, dan zie je dus de laatste 500 jaar, dus 500 jaar geleden waren we nog met 500 miljoen, als ik me niet vergis. Of 500 miljoen. Dus nu zijn we maar 8 miljard. Je ziet in die laatste paar honderd jaar de lichten verschijnen, je ziet de bossen verschijnen. Je ziet hoe dat de menselijke soort aan expansie doet. En uw oplossing is, we gaan nog die expansie vergroten. Hè. En we gaan dat op een proper manier doen, maar we gaan toch de expansie vergroten. Maar je moet die expansie inperken. Dat is pas moraliteit. Hè. Ik vind het niet immoreel om te zeggen dat die energie, dat die elektriciteit bijvoorbeeld, niet elk moment van de dag aanwezig moet zijn. Waarom doen die elke dag... Ja, misschien omdat er beademingstoestellingen in ziekenhuizen zijn. Misschien omdat er mensen zijn die dat nodig hebben. Daar kunnen geen batterijen voor zetten. Dat gebeurt nu ook als er elektriciteit uitgaat. Alleen, we hebben nu ondertussen ook geleerd, met de COVID, dat je maatschappelijk ook wel een aantal dingen kunt doen als er gevaar dreigt. Hè. Dus, en we moeten durven ergens keuzes maken. Hè. Dus gewoon zeggen... Groei is de oplossing van alles en de technologie zal alles oplossen. Luister, als je van op de maan kijkt naar de aarde, dan weet je dat je leugens aan het vertellen bent.
Ja, ik vind het gewoon, ik vind het vanuit ons perspectief, heel kort, vind ik het immoreel om te zeggen, kijk, wij hebben nu al die welvaart en al die vooruitgang verworven dankzij groei, want groei is de fundamentele verklaring waarom wij zo rijk en welvarend en gelukkig en zo lang leven enzovoort. Maar de rest van de wereld, nee, sorry jongens, daar is het nu te laat voor, want die groei, dat kunnen we niet meer aan. Het is net door te groeien, door welvaart te creëren, dat je de milieu-impact ook kunt verminderen. Dat is de beroemde groene Kuznets-curve. De milieu-impact vermindert, eenmaal dat je een bepaald niveau van die economische ontwikkeling bereikt. Ook al, zelfs puur om pragmatische redenen, is het daarom, denk ik, de weg voorwaarts, ook voor China en ontwikkelingslanden, om juist in te zetten op meer groei, maar dan wel groene groei, uiteraard. Om niet te zeggen, heel specifiek, van jullie mogen nu geen biefstukken meer eten, maar wij hebben er al te veel gegeven. Want dat is waar uw betoog eigenlijk op neerkomt. Het komt erop aan dat die groei te sturen. Ik ga even onderbreken, want we komen daar straks weer ongetwijfeld op terug. Ik voel dat we iedere keer met elk thema dat we aansnijden toch in dezelfde richting gaan. Misschien toch even een vraagje voor Johan of eigenlijk voor iedereen. Maar op welke, waar kunnen we eigenlijk het meest winst boeken in die energietransitie en in het anders opwekken van energie? En waar kunnen we het meest winst boeken ten aanzien van de klimaatneutraliteit of voor de klimaatneutraliteit en het meeste milieuwinst? Is dat door de transportsector te vergroenen? Is dat door te gaan inzetten op elektrische vliegtuigen? Is dat door iets te doen rond de scheepvaart? Is dat door effectief te kijken naar de bouwwereld? Hoe zien jullie dat eigenlijk, waar de meeste winst kan geboekt worden? Mag ik daar even? Ik geloof de cijfers zijn duidelijk. 29% van de broeikasgasuitstoot in ons land is de petrochemie, de staal, de verwerkende nijverheid. 22% is de transport, dan komt landbouw. Eigenlijk elektriciteit is maar 14%. Dus we zitten hier te discussiëren over maar een kleine fractie van het probleem. Maar het is veel meer dan CO2. Het is duurzaamheid. En de UNO is daar de voorbije 30 jaar toch een aantal duurzaamheidscriteria gaan vooropstellen die groei in banen moeten leiden, die je moet reguleren. Het gaat tenslotte ook niet over CO2 alleen, het gaat over fijnstof. Het gaat over de waterproblematiek, waarmee de kerncentrales nu een groot probleem krijgen op verschillende vlakken in de wereld. Dus het gaat over een complete sturing, een andere sturing van die economische ontwikkeling, meer in evenwicht met de natuur, met milieu, met de menselijke behoeften, met een aantal waarden die ook in de 30 novemberverklaring gesteld wordt. En ik denk dat dat veel meer onderlijnt, want we mogen niet terugplooien tot CO2 alleen. Maar, om op uw eerste vraag terug te komen, 2050, daar is de klimaatconstraint. En in die tussenperiode gaan we heel flexibel, voorzichtig moeten en zou ik alle middelen gebruiken. En daarom ben ik geen voorstander van die twee laatste beste kerncentrales, meest veilige, nu te sluiten. Wel de oude, minst veilige, want Maarten Boudry doet het af alsof er geen probleem is. Er is een groot probleem. De ethische commissie in Duitsland heeft dat grondig onderzocht. Er is een risico van kernenergie. Er is een lange termijn ethisch probleem, maar is het vooral accidenteel het militair risico. Dat moeten we onder controle houden. Maar als de twee beste centrales 10 jaar zouden kunnen verlengd worden met een beperkte hoeveelheid gas om die transitie te overbruggen, dan is dat redelijk, denk ik, want we staan voor een heel moeilijke opdracht in die tussenfase. Oké. Johan? Ja, de doelstellingen zijn zeer ambitieus. Dat betekent dat dat we eigenlijk elk potentieel tot meer duurzaamheid en minder CO2 in alle sectoren moeten gaan benutten. Hè. We kunnen niet selectief zijn en zeggen, we gaan het allemaal halen uit transport. Zo werkt het niet. Je moet echt alles tegelijkertijd proberen te organiseren. En dat vraagt een zoektocht naar, laten we zeggen, interacties. Bijvoorbeeld in de landbouwsector weten we allang, we hebben mestoverschotproblemen. Hè. Je kan dat gewoon laten liggen. Je kan dat door de boeren laten uitrijden en noem maar op. Maar je kan ook met dat mest biogas maken. Dan heb je dus die uitstoot vermeden, omdat het mest niet gewoon weg ligt in de open lucht. En je kan dus met dat biogas auto's laten rijden die nu gewoon weg aardgas gebruiken eigenlijk. Hè. Als je dus een auto laat rijden op aardgas, heb je een CO2-reductie van ongeveer 150-180%. Dus niet met 100%, maar je hebt een negatieve impact eigenlijk. Hè. Je gaat dus dankzij het maken van autokilometers de CO2-uitstoot absoluut gaan drukken eigenlijk. Hè.
Dus wat we hier doen, is twee sectoren combineren. Landbouw, met een mestprobleemoverschot, ja, en transport. En dat kan je eigenlijk in heel wat sectoren doen. Bijvoorbeeld, nu met de coronasituatie weten we in de steden... Dat is eigenlijk mensen koppelen met de betekenis van ontkoppelen die Maarten daarnet gaf. Ja, maar dat, wat ik nu gaf als voorbeeld, is in mijn ogen gewoonweg circulair werken. Dat mest al ligt er toch. Daarmee doen we niks. Dat is een probleem, ligt in de weg. Dus pak het vast. Duw het in van die vergistingscontainers en laat er bacteriën op los en we maken biogas, bij wijze van spreken. Hè? Mm-hmm. Dat is in mijn ogen circulair werken. Dat staat een beetje los van het ontkoppelingsverhaal eigenlijk. Hè? Maar ja, dus wat ik nog wil zeggen is dat in heel wat dossiers heb je net de meeste winsten door dingen te combineren. Dus in de corona-lockdowns werd er heel duidelijk gezegd, kijk, mensen die in een stad wonen, die hebben behoefte aan groenzone om te kunnen ontspannen, wat contact met de natuur, ook in de stad. We weten allemaal natuurlijk dat groene zones aanleggen in de stad zorgt voor afkoeling van de stad, heeft andere belangrijke voordelen. En dus terug, je kan heel veel baten realiseren door echt interdisciplinair te gaan combineren. En dat moeten we echt absoluut gaan doen in alle mogelijke sectoren, want gewoonweg geïsoleerd, sector per sector, dingen gaan bekijken, dat gaat een beetje lang duren, denk ik. Hè? Maar wat ik vooral naartoe wil, is, als je het slim aanpakt, kan je vooral ook die levenskwaliteit ten goede komen. Wie kan er tegen projecten zijn die de stad herinrichten, die de stad groener maken, die meer mogelijkheden bieden voor zachte mobiliteit, die ook menselijk contact zo kunnen bevorderen en noem maar op. Dat kan je moeilijk tegen zijn. Hè? Gewoon investeren in mensen hun levenskwaliteit. Dat verkoopt ook veel beter dan alleen maar een klimaatproject. Dat wil ik ook nog even meegeven. Je kan ook het politieke discours op een positieve manier zo gaan framen eigenlijk. Hè? En dus mijn punt is gewoonweg, we moeten vooral zoeken naar dat soort combinaties die ook levenskwaliteitsbaten met zich meebrengen. En die ook direct voelbaar zijn. En wat niet vergeten, als je de bevolking wil betrekken met zo'n verhaal, het komt heel abstract over. Hè. U kan gaan participeren in een offshore windpark, beste burger. Hè. Dat is denk ik heel abstract. Hè. Terwijl als je zegt van, kijk, in uw omgeving waar u woont in de stad, gaan we massaal investeren in zachte mobiliteit en groenzones. En dat gaat binnen 3 jaar gerealiseerd zijn. Dat is iets ganz anders. Dat kan denk ik wel een impact hebben. Ja, dat brengt mij eigenlijk bij een ander punt. Communiceren met de burger, daar is denk ik ook een probleem, want veel burgers denken, al dan niet terecht, dat heel die energietransitie enorm veel geld zal kosten en vooral in hun eigen portemonnee zal snijden. De gele hesjes zijn in Frankrijk eigenlijk ontstaan toen Macron aankondigde om terwille van het milieu en van de CO2-uitstoot, de benzineprijs te verhogen, zodanig dat er minder met de auto zou gereden worden, hoopte hij. En waarop dus al die mensen die zich niet anders konden verplaatsen dan met de auto gereageerd hebben. Dus de vraag is eigenlijk, hoe kijken jullie naar de sociale impact van de energietransitie? Maarten misschien eerst? Ja, het is een zeer belangrijke en onderschatte dimensie, denk ik. Ik ken de details niet van het protest van de gele hesjes en welke alternatieven er misschien voorhanden waren voor Macron. Maar ik wil misschien gewoon de fundamentele vraag beantwoorden. Ik denk wel dat het klopt in de meest algemene zin dat de energietransitie ons geld zal kosten. Het grote probleem eigenlijk is dat fossiele brandstoffen verschrikkelijk goedkoop zijn. Enfin, ja, dat is geen vaste prijs of zo, dat hangt ervan af hoe duur het is om ze uit de grond te halen. Maar ik herinner mij uit het boek van Bill Gates, en dat is wel een cijfer dat mij is bijgebleven, een liter olie is goedkoper dan een liter cola. Dat is zo'n absurd cijfer. Dus het is ook verschrikkelijk energiedens, dat is iets dat dan Vaclav Smil mij geleerd heeft. Een benzineauto bijvoorbeeld, er is een dieselmotor, er is bijna niks dat efficiënter is. Dus om dat te gaan vervangen, dat wordt verschrikkelijk moeilijk. En het wordt vooral verschrikkelijk moeilijk. Het is niet zozeer dat het echt technisch onmogelijk is, dat is het niet. De elektrische auto's, zelfs elektrische vrachtwagens, misschien is dat ook mogelijk. Maar om het te doen tegen een aanvaardbare prijs, zodanig dat die fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk worden, en zodanig dat het niet duurder wordt voor mensen, dat wordt wel bijzonder moeilijk. En ik denk dus, net omdat je
moet beseffen dat het bijzonder moeilijk wordt, dat je ook de mensen niet moet gaan voorliegen, dat het allemaal een win-win situatie zal zijn, want let op, ik volg het verhaal dat Johan vertelt, daar waar er inderdaad circulaire mogelijkheden zijn, moeten we dat uiteraard benutten. Hè? Maar ik geloof niet dat ons dat heel ver op weg zal helpen, dus dat er nog heel veel uitstoot zal overblijven, laat ik het zo zeggen. En ik denk, net om daarop te anticiperen, om op zo'n protest als de gele hesjes te anticiperen, moet je inderdaad streven naar een vorm van sociale rechtvaardigheid. Moet je ervoor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Want het zal sowieso geld gaan kosten. En als het te veel geld kost, of als het te veel in de portemonnee tast van arme mensen, dan zal je heel snel het draagvlak verliezen. Dat geldt trouwens ook voor hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is fantastisch en veel mensen zeggen dat ze ervoor zijn, ja, totdat het in een achtertuin terechtkomt. En dan zien ze plots alle nadelen ervan. Dus we moeten mensen duidelijk maken van, kijk, we hebben echt een probleem. Als we het niet oplossen, dan wordt de toekomst nog veel erger. En daar zal moeten, iemand zal in ieder geval zijn buidel moeten tasten. En dat zijn natuurlijk liever niet de arme mensen die op straat komen in de gele hesjesbeweging, en liever de meer kapitaalkrachtige mensen. Is iedereen het ermee eens dat de energietransitie effectief geld zal kosten? Uiteraard, maar ik denk dat op het ogenblik de burger te veel geresponsabiliseerd wordt. Als wij zien wat met de koolstoftax gebeurt en met de miljarden die uitgedeeld zijn met ETS, het boek van Avril Verbrugge deze week stelt een en ander aan de ook Tine Hens en Knak hebben daarover de laatste tijd duidelijk. Wij zijn op het ogenblik de industrie aan het besparen met een CO2-prijs. We hebben ze zelfs geld gegeven om de transitie al te geleidelijk voor te bereiden, terwijl we de gewone burger enorm op kosten jagen voor de woningen. De directeur van Vito heeft onlangs berekend dat wij aan veel meer dan 100 euro per ton CO2 zitten, wat wij opleggen met bouwnormen voor de burger. Dan is niet te verwonderen dat er 200.000 gezinnen sociale problemen krijgen om een woning te vinden. Ja. Ik denk dat wij veel te weinig de industrie responsabiliseren. Daar ligt de zwaartekracht van de fossiele afbouw. En te veel, te snel de burger en die willen laten opdraaien voor het geheel. Ik denk daar, dat wordt een heel delicate. En de gele hesjes is nog maar de eerste grote sociale reactie die er gekomen is. Daar moet echt veel meer billijkheid komen. En moet waarschijnlijk ook het ETS-systeem voor carbon tax of verstrengd worden met die grenstax, of compleet herzien worden zoals Avril Verbrugge bepleit. Dat is dan toch de overheid, de politiek die daarvoor moet zorgen, Hans. Ja, het is complexer en het probleem zit dieper dan dat, denk ik. De mensen hebben energie nodig om aan de verwachtingen te voldoen die anderen in hen stellen. En die verwachtingen zijn wegen op die mensen. En als de prijs van die energie groot wordt, dan kunnen ze aan de verwachtingen niet voldoen. Het is dus eigenlijk een sociaal verwachtingspatroon. Energie betekent dat mensen activiteit ontwikkelen. Activiteit is voor een groot stuk arbeid. En mensen moeten arbeiden bij straffen van armoede. Hè. Dus eigenlijk, zet je veilig voor een stuk nog altijd. En, Maarten zal waarschijnlijk kwaad zijn op mij in een stuk in een soort slavernij, hè, waarbij dat iedereen eigenlijk toch verplicht wordt van te arbeiden en dus activiteit ontwikkelen en dus energie daarvoor nodig heeft. En dus de vraag van de mensen naar energie is dan ook groot. En als die prijs dan hoog wordt, dan kunnen ze dan die verwachtingen niet voldoen. Dan kunnen ze een deel van de koek niet krijgen. Dus als je daar niet het basisinkomen aan koppelt, dan zit je daar in een vicieuze cirkel, denk ik. Ja. Johan had het al even over circulair werken, wat oplossing kan zijn. Ik zie dat de tijd snel vordert. Er is nog één iets wat ik wel wil aanraken ook. De Nederlandse futuroloog, trendwatcher Ajit Bakas, die heeft laten uitschijnen dat we ons eigenlijk om energie geen zorgen moeten maken, want dat er massa's goedkope en schone energie ter beschikking zullen komen dankzij getijdenenergie, thoriumcentrales, zeegolven, geothermie, waterstof enzovoort. Dus die is super optimistisch over het hele energietransitiedebat.
Heeft hij daar een punt? Of is dat onzin dat die man uitkraamt? Wat denken jullie, Johan? Wel, het is dan waarschijnlijk een futuroloog die niet naar het verleden heeft gekeken. Anders zeg je zo'n nonsens niet eigenlijk, hè? Ja. Dus als ik bijvoorbeeld even terugdenk aan het begin van de klassieke kernenergie, jaren 60, toen werd er gezegd, kernenergie wordt too cheap to meter. Dat is zo goedkoop om te maken, dat kost gewoonweg niks. Dus we gaan niet eens meer een factuur sturen naar de gezinnen en de bedrijven, want allez, hoe kun je niet gaan factureren dat niks kost eigenlijk, hè? Dat was toen een beetje de beeldspraak van die tijd. En hoe komt dat? Wel, terug. Dat soort energieprojecten wordt nooit privaat gefinancierd. Dus als u een technoloog bent, moet u dat project verkopen aan de overheid. En die moeten dat gaan massaal subsidiëren. En dan moet je natuurlijk een verhaal verkopen. En dan moet je zeggen van, ja, deze technologie is de ultieme technologie met enorme voordelen. Geef ons dus veel steun. Kunnen we gaan in prototypes gaan brengen en noem maar op en zo. En dus allemaal die nieuwe technologieën die worden een klein beetje gehyped om die te kunnen publiek laten financieren. Dat is een heel belangrijk element. Anders krijg je niks gefinancierd eigenlijk, hè. Nu, natuurlijk heeft getijdenenergie een potentieel, hè. Natuurlijk heeft waterstof veel potentieel. Maar niet vergeten, dat zeiden we ook al eind jaren 80, vorige eeuw, hè. Toen werd er ook al over waterstof massaal gepubliceerd. En dus dat is allemaal niet echt zo nieuw. Natuurlijk, daar komt een verbetering in. Maar ik stel gewoonweg maar vast dat in de private markt worden heel selectieve keuzes gemaakt. Je ziet vandaag dat heel wat autoconstructeurs hun waterstofprojecten schrappen. Die is ook nog gebeurd, denk ik, vorige week door Honda. En is ook al gebeurd door Mercedes. En is ook al gebeurd door andere constructeurs. Waarom? Ja, ze kunnen niet in alles tegelijkertijd gaan investeren. Zij moeten echt naar de markt gaan met een verkoopbaar model. Men moet massale volumes gaan maken en men heeft toch wel blijkbaar ergens gekozen voor onder andere elektrisch wat betreft mobiliteit, zeker de komende 20 jaar. Dus wat betreft autoconstructeur is dat verhaal min of meer gesetteld. In andere toepassingen heb je natuurlijk nog heel veel onzekerheid, hè? Maar terug, wat goed vandaag in de markt werkt, dus zoals die windenergie, hè, die gaan niet verslechteren, hoor. Daarvan gaan de economische parameters als allemaal verbeteren. Hè. Dat is bijna gelukkig onoverkomelijk, zeg maar. Hè. En dus om dan met nieuwe hernieuwbare technologieën te mee gaan concurreren, zoals getijdenenergie, dat wordt zeer, zeer moeilijk. Ook het verhaal van geothermie, hè. Ook misschien voor België ook, in de Kempen biedt dat zeker en vast potentieel. Maar terug, dat zijn allemaal geen nieuwe dingen. En ga maar eens concurreren met natuurlijk wind- en waterkrachten, meer mature technologieën. Dat is eigenlijk zeer, zeer moeilijk, hè. Nu, die futuroloog heeft niet gekeken naar het verleden. En die fout wordt ook gemaakt bij de gele hesjes. Ik wil nog even naar je vraag van dat straks zeer kort terugkomen, hè. Er bestaan kaarten van het spoorwegennet van Frankrijk vandaag en 100 jaar geleden. 100 jaar terug had Frankrijk een veel dichter spoorwegennet dan vandaag. Veel dichter, met de klassieke buurtspoorwegen, die elk gehucht bij wijze van spreken verbonden met de nabijzijnde steden eigenlijk, hè. Men heeft na Wereldoorlog II, onder andere door de oorlogsschade, en men heeft veel van die lijnen bewust vernietigd om de Duitsers te stoppen eigenlijk, hè. Maar men heeft veel van die schade niet gerepareerd. En men heeft vooral vanaf de jaren 60... veel van die buurtspoorwegen minder en minder ondersteund om die af te bouwen vanaf de jaren 70, omdat Koning Auto zo dominant werd dat het gebruik van die buurtspoorwegen sterk is gedaald. Dat was ook het geval in België. Je had bijvoorbeeld tot 1958 een spoorlijn van Veurne naar Duinkerke. Nu stopt die lijn in Adinkerke, de pannen eigenlijk, hè. Ja. En dus die Fransen, die nu zo boos waren op Macron, hun punt was, wij hebben geen alternatief. Dat waren niet de Parijzenaars, maar de mensen die landelijk woonden, die 50 jaar terug hoorden van hun ouders, wij nemen de trein naar Bordeaux of noem maar op. Hè. Die trein is er nu niet meer. En natuurlijk, als je dan tegen mensen zegt die geen alternatief hebben, beste mensen, om het klimaat te redden, moet u minder die auto gaan gebruiken. Dat is een beetje pijnlijk eigenlijk. Hè. En dus, waarom wil ik dat benadrukken? Dit is een keuze geweest van overheden. Die hebben gekozen voor vooral het privatiseren van de mobiliteit. En dat was fantastisch, hè? Je hebt hier jobcreatie in de wegenaanleg en in de auto-industrie. Iedereen feesten en op vakantie kunnen gaan. En nu stellen we vast, ja, dat heeft ook grote nadelen. En nu moeten we natuurlijk die klok een beetje gaan terugdraaien. Dat is zeer duur en zeer moeilijk eigenlijk, hè? Dus
overheidskeuzes zijn zeer fundamenteel en liggen dikwijls aan de basis van pijnpunten binnen 50 jaar, bij wijze van spreken. Maar is het niet een pijnpunt dat het lange termijn denken ontbreekt in die overheidskeuzes? Ik heb onlangs iemand horen zeggen dat Singapore het enige land is, maar het is dan wel een dictatuur natuurlijk, dat in staat is om 50 jaar vooruit te denken. Ik weet absoluut niet of dat klopt of niet, maar ik geef het maar mee. Ja, maar wat wel een feit is, denk ik, en dat is ook beschreven door Roman Krishnarik in zijn boek The Good Ancestor, is dat het vermogen om op lange termijn te denken, en niet alleen bij de politici, maar ik denk bij ons allemaal, ook ingegeven door het feit dat wij allemaal gewoon zijn van op onze smartphone dadelijk antwoorden te krijgen op alle vragen die wij ons stellen, dat het lange termijn denken ontbreekt. En dan is de vraag natuurlijk, kunnen die overheidskeuzes gemaakt worden? Of kunnen we... Het is ook niet zo, denk ik, dat we dat kunnen verwijten, dat het lange termijn denken ontbreekt. Want in die tijd dat men zei van, ja, we gaan de auto gebruiken en we gaan iedereen zijn vrijheid geven, ja, dan was dat wellicht, dan kwam dat wellicht ook over als de goede keuze. Misschien kan Maarten daar vanuit zijn vakgebied nog eens kort op reageren. Wel, ja. Wacht, staat mijn micro? Ja, mijn micro staat nog aan. Ik vind het in zeker opzicht net gevaarlijk om te ver vooruit te kijken, of laat ik het anders formuleren, om de illusie te wekken dat je precies kan voorspellen waar je zal staan binnen 20 of binnen 50 jaar. Een beetje zoals China dat ook denkt. Hè. Die denken bijna in termen van eeuwen of zo. Maar je kan de toekomst per definitie niet voorspellen. Dus inderdaad, veel van de keuzes die destijds werden gemaakt, die kunnen we nu met de achterafblik misschien gaan veroordelen. Maar destijds, ja, mensen wisten niet hoe de toekomst zich zou gaan ontvouwen. Ik kan dat koppelen aan mijn centrale betoog van vanavond. Ik denk, eigenlijk moeten we, als we denken over de doelstelling waar we naartoe moeten, want dat weten we wel. We weten niet hoe de wereld er zal uitzien in 2050, maar het zal hopelijk wel een wereld zijn waar we niks meer uitstoten, of toch netto een nul uitstoot hebben. Als we die doelstelling willen bereiken, dan moeten we rekening houden met onzekerheid en moeten we eigenlijk als een ondernemer denken, of een iemand die op de beurs speculeert en die een portefeuille samenstelt die de risico's zoveel mogelijk probeert te minimaliseren. En om dan bepaalde technologieën of bepaalde oplossingen te gaan uitsluiten, dat lijkt mij zeer onverstandig. Ik denk ook dat windmolens die nog steeds beter worden, en zonnepanelen ook, kerncentrales ook, goed, elke technologie zal niet achteruit gaan natuurlijk, dat is niet hoe dat technologie evolueert. Maar systemen, om het in Johans termen te zeggen, van 100% hernieuwbare energie, ja, het spijt me, maar die bestaan nog niet. Er is geen enkel land ter wereld dat een 100% hernieuwbaar, zeker niet met dus intermittent sources, Denemarken komt een beetje in de buurt, Duitsland is er nog lang niet. En ik denk dat we daar rekening mee moeten houden. Dus ik hoop even vurig als die futurist, dat we een of andere energiebron gaan aanspreken die schier onuitputtelijk is en goedkoop en efficiënt en zo meer. We moeten daar rekening mee houden, we moeten die opzoeken, maar we moeten zeker niet van op voorhand van het scenario uitgaan waarbij dat werkelijkheid zal worden. Dus ik hoop dat we naar 100% hernieuwbare energie mogelijk is, maar ik denk, we moeten ons ook indekken tegen het risico dat het niet mogelijk is tegen 2050. En dan denk ik dat het verstandig is om zowel op hernieuwbare energie als op kernenergie, en inderdaad, zelfs ook op een beetje geothermie en waterkracht en misschien zelfs fusie, alhoewel zelfs als optimist denk ik dat fusie veel te laat zal komen, maar dat we aan risicospreiding moeten doen, precies omdat de toekomst onzeker is, precies omdat het niet mogelijk is om 50 jaar vooruit te denken. Geert, mag ik op uw vraag nog even inspelen over het lange termijn denken? Er wordt heel wat lange termijn gedacht. De Nobelcomité Summit met de academies van Zweden en Verenigde Staten, zeer recent, hebben ook klimaatproblematiek grondig nagedacht. En een van de belangrijke conclusies was dat wij nood hebben aan het openbaar belang weer vorm te geven en concreet te organiseren. Dus het eruitvinden van de overheid boven die marktdominantie van vandaag. Dat was een van de grote conclusies. En ik denk dat daar wel voor nodig is dat wij
bij alle technologische opportuniteiten die zich voordoen, dat wij er over mechanismen beschikken om door te lichten, om te evalueren wat bubbels zijn en wat ernstige kans maakt. En daar heb ik een probleem met uw uitgangsvraag van die filosofenclubjes, die allerhande technologieën voorstellen, die eigenlijk zoals thorium louter mythes zijn, die al 70 jaar bekeken worden, of de geothermie die in IJsland een succes is, maar in de Kempen 30 jaar geleden mislukte, nu weer opnieuw mislukt is en opnieuw geprobeerd wordt. Dit zijn zaken die allemaal zoveel kosten en zoveel... Dit zijn filosofenverhalen. En daar zou ik toch in dit vrijzinnig milieu een fundamentele probleem willen stellen. Zien wij technologie niet te veel als religie, waar rond wij verhaaltjes willen construeren, waarbij we aan de verwachting, aan de hoop van mensen in deze onzekere tijd vorm willen geven. En daar situeer ik veel van die oppervlakkige dingen die op het ogenblik circuleren en blijven circuleren, en dat wij veel meer nood hebben aan instituten zoals technology assessment organisaties, die aan de burger kunnen zeggen, kijk, dit is nonsens, dit heeft kans, en die op die manier een waaier aanbieden, ook aan het participatief debat over energie en grondstoffen morgen. Dat zijn mooie woorden, Gilbert, die denk ik ook nog eens goed samenvatten hoe complex het allemaal is en hoe alles met elkaar samenhangt. Ik wil jullie in ieder geval nu al van mijn kant van harte bedanken voor jullie bijdrage, maar blijf nog even zitten, want Gert heeft een aantal vragen genoteerd en zal die nu aan jullie voorleggen. Gert, ben je er? Ik moest in de micro opzetten. Ja, oké, okay, goed, dankjewel. De klassieke fout, zoals Maarten daar straks zei. Die vraag, Geert, dat is een beetje een eufemisme. Er zijn ontzettend veel reacties eigenlijk, dus het is duidelijk een onderwerp dat wel wat losmaakt. Ik ga er gewoon een paar dingen uitpikken en een beetje synthetiseren. Ik wil ook nog eventjes voor de deelnemers zeggen dat, dat niet alleen het gesprek wordt opgenomen, maar dat de chat dus ook wordt opgenomen. Dus de mensen die interesse hebben om ook al die informatie die hier gedeeld wordt nog eens te bekijken, die kunnen dat ook. Wij kunnen dat doorsturen vanuit het secretariaat. Goed, ik ga even kijken naar die chat. Het lange termijn denken is iets dat regelmatig terugkomt, maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dus die vragen ga ik nu niet meer herhalen. Er zijn ook heel wat opmerkingen, kritische opmerkingen. Bijvoorbeeld van Bernard, die zegt, alle energieoplossingen zijn voorhanden. Hoe komt het dan dat deze niet in de praktijk worden omgezet? Hij verwijst daar ook naar een artikel van Günter Pauli. Maar goed, daar hebben jullie het ook eigenlijk al uitgebreid over gehad, denk ik. Gevaren van kernenergie. Ja, die kennen we allemaal. Hè. Daar worden ook een aantal opmerkingen over gegeven. Wat wel heel belangrijk is, en dat zijn een aantal mensen die daar toch op wijzen, dat is dat, om het alweer in Bijbelse termen te zeggen, dat zevengenerationeel denken. Hè. Ik denk dat Geert er ook al naar verwezen heeft. Eigenlijk de bekommernis is ook wel dat we niet alleen moeten denken aan ons, maar aan onze toekomstige generaties. Maar ik denk dat jullie die problematiek ook allemaal al behandeld hebben. Het soberder leven, daar heeft Hans Claus het ook al over gehad. Dus dat is eigenlijk ook al aan bod gekomen. Ik heb het gevoel dat er al veel aan bod gekomen is. Misschien wel een interessante vraag. Wat denkt het panel van een CO2-budget als inkomen voor elke EU-burger? Dus ik neem aan dat het hier gaat over een soort van financiële incentive of een financiële straf eigenlijk als het gaat over CO2-uitstoot. En uiteraard gekoppeld aan energie. Wat denken jullie daarvan? Misschien wel interessant om daar eens op in te gaan. Als ik daar zeer kort misschien iets kan over zeggen. Hè. Dus dat is ook een zeer mooi idee dat ook al vanaf de jaren 80 circuleert. Als we dat vandaag zullen toepassen, gaat dat onmiddellijk de ongelijkheid sterk doen toenemen. Waarom? Omdat de mensen die natuurlijk in de slechte huizen wonen met de auto's rondrijden die veel verbruiken, dat zijn de lagere inkomens, die kunnen ook niet investeren. Hè. Dus die gaan rechten tekort hebben, die gaan moeten bijkopen. Die gaan die kunnen kopen van de rijke mensen, die rijden met een Tesla,
En die wonen in een passieve woning. En die hebben overal LED-technologieën, noem maar op eigenlijk. Hè. Dus zo'n, kijk, een instrument op zich is altijd interessant, maar je moet kijken naar de context waarin dat wordt losgelaten. En die context is vandaag helemaal niet neutraal. Die is zeer ongelijkheidsbevorderend, bij wijze van spreken. Dus daar zo'n instrumentje loslaten, dat vraagt onmiddellijk al enorme correcties. Dat betekent, je moet gaan rekening houden met de kwaliteit van de woning, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat wordt enorm complex. En uiteindelijk wordt dat misschien zo complex dat we er niet meer aan durven beginnen. Om simpelweg het punt te maken dat in de praktijk zoiets invoeren, een goed idee is niet genoeg. Het moet ook operationeel zijn, het moet ook aansluiten bij de context. Het vraagt veel meer. Mag ik daar kort op inpikken nog? Ik ben het grotendeels eens met wat Johan zegt. Ik zou dat trouwens doortrekken naar het idee om de grote bedrijven meer met te belasten of de rekening te presenteren. Dat is ook iets dat in principe goed klinkt, want natuurlijk zij zijn de grootste uitstoters enzovoort. Ja, totdat je natuurlijk beseft dat zij die prijs gaan doorrekenen aan de consument of dat ze gaan uitwijken naar een andere plek ter wereld waar ze zorgeloos kunnen uitstoten zonder belastingen te betalen. Ik denk, maar goed, ik ben geen econoom. De meest logische of voor de hand liggende elegante oplossing is dat je de externaliteit, dus de CO2, dat je die op een of andere manier in de prijs verrekent en dat je dan met de opbrengsten van die belasting aan sociale correcties gaat doen. Dus het geld dat je dan hebt verzameld door vliegtuigtickets en ook biefstukken enzovoort, want die stoten natuurlijk zoveel uit, dat je dat geld terug gaat uitkeren aan mensen die er harder door getroffen worden of die het meer nodig hebben. Voor zover ik begrijp, is dat ongeveer iets waar alle economen het over eens zijn, dat er een universele CO2-belasting moet worden die dus alle CO2 die wordt uitgestoten in het productieproces van een bepaald dienst of van een bepaald goed gaat doorrekenen. En dan is dat inderdaad, dat komt bij de consument terecht. Maar dan kan je wel gaan compenseren met de opbrengst van die belasting. Als ik toch mag tussenkomen, het gaat niet alleen om CO2. Hè. En ik zou voor de CO2-tax verwijzen naar het boek van deze week van Anvin Verbrugge, wat ik al gedaan heb. Waar we kritisch, het TTS-systeem moeten we heel kritisch bekijken, maar het is er. En China heeft het nu ook gekopieerd, dus het zal nog voor een tijdje doorgaan. Maar ik geloof dat we hier de CO2-tax is een must, maar het gaat over veel meer dan CO2. Het gaat over water, een probleem dat veel sneller op ons afkomt. Het gaat over fijn stof, het gaat om heel de manier om het chemisch afval of de manier waarop we morgen de industrie opnieuw gaan organiseren in die vervuilende petrochemie in het bijzonder. Daarover gaat het in de eerste plaats. Het nucleaire punten, wenst u dat ik daar nu op inga, moderator? Ik kan daar even, ik zag de vragen. Voor mij is het grootste probleem is dat atoombom misbruikt wordt. Het is, de wedloop is enorm en de Koude Oorlog wordt weer opgedreven. Het risico is zeer groot. Zeker wij zijn een target met de NATO-hoofdkwartier en met Klein en Brogel. Maar het accidenteel risico van een reactor, daar wordt toch heel gemakkelijk op Fukushima. Dat lag op een breuk. Maar wat is de tweede belangrijkste oorzaak dat het zo daar mislukt? Dat is de lobbydemocratie. TEPCO had daar de autoriteiten over de streep getrokken om veel soepeler condities te geven aan reactoren. En wij zien daar ook dat er wereldwijd een aantal, waarom is Westinghouse failliet gegaan in de Verenigde Staten, ook bij de ontwikkeling van nieuwe reactoren en bij het zetten van nieuwe veiligheidscriteria. Wij moeten op een zeer onafhankelijke manier, en dat deden we niet in het verleden, accidenteel risico gaan bekijken. En daar is een groot verschil tussen de oudste reactoren in Doel en de laatste reactor. Maar er staan ook 6 reactoren in Gravelines, dicht bij de Westhoek, aan de kust, waar 1 miljoen mensen zitten in de zomer, die maar een enkel containment hebben, half zo dik als de laatste centrales van Doel. De veiligheid daar is bij lange niet zo verzekerd als bij de nieuwste centrale. Daar ook moeten we een onderscheid maken. Afval is natuurlijk een lange termijn probleem dat nog steeds niet opgelost is. De kern daar is het plutonium, zowel militair als civiel. Maar daar denk ik dat wij echt willen we duurzaam een oplossing vinden. Dat wij een Europese oplossing moeten vinden met Nederland, met Duitsland. En Duitsland nu met zijn uitstap heeft het probleem volledig herbekeken. Heeft een grote afvalorganisatie van 2000 man opgezet. En bekijkt alle pistes en daar is samenwerking ook over diepe klei. Maar onze klei zal te weinig dik en te weinig diep zijn om het afval op te bergen.
en de verhaaltjes dat we het kunnen oplossen, dat is maar voor eventuele reactoren van de toekomst, de ontwikkeling die er mogen gebeuren, Mira en zo, dat kan het afvalprobleem niet oplossen. En wij moeten daar in de eerste plaats voor zorgen dat de 15 miljard die we met de kilowattuur al opgespaard hebben, en die bij de fondsen van Engie in Parijs zit, dat die tijdig naar de Nationale Bank en aan IRAS terugkomen. Want dat is een grote financiële uitdaging om het afvalprobleem in de toekomst op te lossen. Maar de nucleaire stelt nog heel wat problemen. En ik heb daar, ik zou willen verwijzen naar de, 40 jaar geleden, de oliecrisis was ook zo'n grote uitdaging. Toen heb ik met Jan Vermeers gaan samenzitten en hebben we een manifest van Vlaamse academici vanuit Gent gepubliceerd met enkele veiligheidsexperten. En daar was ook de waarschuwing, het nucleair werd dan gepleit voor 200 reactoren in Europa. Het zijn er maar 100 gekomen, gelukkig. Maar Vermeers en ik zelf, ook Flipok, Flipok, de bioloog van de VUB, hebben toen gepleit voor eerst de staat te organiseren, instrumenten te bouwen voor afval, voor de nucleaire controle te organiseren. Die bestonden toen niet. Dat was de voorzichtige aanpak die Etienne Vermeers destijds naar die grote transitie die dan met het nucleaire verhoopt werd en die eigenlijk Europees mislukt is. Want de Europese reactor bedoeld voor deze periode is één mislukking, is alleen in China gelukt, maar dat brengt ons dan weer op een ander paadje van uitleg. Dank u. Oké. Dank je wel, Gilbert. Je hebt meteen een aantal vragen uit de chat beantwoord. Dat is fijn. Ik heb hier nog een vraag die misschien aansluit bij wat Johan Albrecht gezegd had over de macht die Europa dan toch wel heeft op mondiale schaal in de wereldeconomie. Marieke stelt de vraag, wat kan het kleine Europa eigenlijk doen tegen een opkomende grootmacht als China? Zijn we inderdaad een sterke macht als we het vergelijken met bijvoorbeeld China? Ja, natuurlijk. Hè. China is, laten we zeggen, de factory of the world. Hè? Wij hebben in Europa onze CO2-uitstoot kunnen drukken, omdat we heel veel hebben geoutsourced naar Azië, eigenlijk naar China in bepaalde industrieën eigenlijk. Hè. En dus China produceert voor de wereldeconomie. En als wij zeggen, wij kopen jullie producten niet meer, dat is moeilijk voor onszelf ook, maar dat is voor China een catastrofe, ook een politieke catastrofe eigenlijk. Hè. Dus die spanningen tussen Trump en China, ik ga die in geen enkel opzicht verdedigen, hè. Maar dat gaf politieke onrust in China eigenlijk. Hè. En dus die global supply chain, die vertrekt in Azië, die komt toe in Europa en de VS en alle andere rijke westerse landen. En als wij zeggen, ja, wij koppelen ons daarvan af, wat dat heel moeilijk gaat zijn. Hè. Het gaat ook onze consumenten veel geld kosten, maar dan heeft China een vrij existentieel probleem eigenlijk. Hè. Dus kleine Europa is niet klein, hoor. Wat telt is, wie zorgt voor de afzet van die global supply chain? En dat is nog altijd Europa. Dus wat dat betreft is men in China zeer gevoelig voor wat Europa wil en niet wil. Maar ik pleit niet voor radicale posities. Hè. Ik pleit eerder voor G7-overleg. Dat is natuurlijk veel, veel meer haalbaar, denk ik eigenlijk. Hè. Maar dus onze rijkdom is een belangrijk onderhandelingswapen. Oké, dankjewel. Er zijn enkele mensen die verwijzen naar een werk van Carolyn Steele, How Food Can Save the World. Dat gaat over lokale productie van voedsel, maar ook over de restproductie, de restproducten daarvan. Hebben jullie daar kennis van? Hoe staan jullie daar tegenover? Dat gaat dan over een lokale manier om naar het probleem te kijken. Ja, ik denk dat een typisch voorbeeld is van iets dat in de praktijk, dat in theorie zeer goed klinkt en dat intuïtief, denk ik, aantrekkelijk is, maar dat in de praktijk sterk tegenvalt. Ik heb daar onlangs een stuk over geschreven met Hidde Boersma, landbouwdeskundige en microbioloog uit Nederland, waaruit blijkt, dus dat we hebben een aantal publicaties in Science and Nature daarover gelezen, dat globalisering net gunstig is voor het klimaat, maar ook een aantal andere milieueffecten. Waarom? Dat heeft te maken met het feit dat het niet overal ter wereld even efficiënt is, omwille van het klimaat en de voedingsbodem enzovoort, om voedsel te telen. En als je dat voedsel gaat telen op de plekken die daar het meest voor geschikt zijn, die dus in economisch opzicht een competitief voordeel hebben, of een comparatief voordeel, dan ga je net minder CO2 uitstoten. Als mensen andere milieueffecten hebben. Dus als mensen denken over lokaal voedsel, dan denken ze vooral natuurlijk aan het transport,
En het klinkt natuurlijk niet goed dat er vliegdekschepen, vrachtschepen en vliegtuigen die, ja, die druiven of garnalen van de andere kant van de wereld laten aandrukken. Maar als je dan echt de berekening gaat maken van dus het aandeel van die uitstoot dat van transport komt en dan het aandeel dat van tractoren en van gewoon bodemgebruik en ontbossing komt, dan neemt transport daar eigenlijk maar een heel klein deeltje van in beslag, dat eigenlijk wordt gecompenseerd, dus precies door dat competitieve voordeel van voedsel elders ter wereld te gaan produceren. Dus ik denk, opnieuw, we moeten gewoon een CO2-belasting invoeren. En inderdaad, zoals Gilbert zegt, moeten we nog wel een aantal andere zaken belasten ook. Dus het gaat niet enkel om CO2, dus alle die milieu-impact die moet geïnternaliseerd worden. Maar ik denk dan, als je dan de volledige rekening gaat maken, dat je eigenlijk verrassend genoeg zal vaststellen dat het soms wel degelijk gunstig is, niet alleen voor onze portemonnee, maar ook voor het klimaat, om het voedsel te delen in de landen die daar het meest voor geschikt zijn. En voor de verschillende voedseltypes hangt dat natuurlijk, ja, zijn er verschillende plaatsen die ervoor geschikt zijn. Ik vind het goed, ik ga zelf heel graag naar de bioboer. Ik woon hier vlak naast de Loesbergsmarkt, ik ga daar graag naartoe, het is daar aangenaam. Ik vind het ook leuk om het idee te hebben dat je iets consumeert dat inderdaad van dichtbij komt. Maar ik zie dat eerder als recreatief, dan echt als een manier om het voedselsysteem helemaal te gaan veranderen. Dus ik ben wat dat betreft niet zo'n grote voorstander van het inzetten op lokale productie voor het hele voedselsysteem. Dankjewel, Maarten. Ja, ik vind dat... Dat te veel een rekensom redenering is. Het gaat ook over vat krijgen op uw eigen leven. Hè. En voedsel hoort daar natuurlijk heel erg bij. En het draagt bij tot het geluk van mensen. Niet alleen koken, samen eten, maar ook samen het voedsel produceren. Hè. Dus het is meer dan alleen van wat is de beste manier om overal op de wereld iedereen hetzelfde palet te kunnen geven? En hoe doen we dat dan op de goedkoopste manier of op de minst milieubelastende manier? Het gaat ook over het tegengaan van vervreemding. En dat is toch een van de, denk ik, van de grote ziekten van de globalisering. Hè? Dat mensen vervreemd geraken van wat hen echt aanbrengt. Ja, maar voor mensen die minder kapitaalkrachtig en geprivilegeerd zijn als ons, gaat het toch vooral om voedsel dat goedkoop is, hoor. Zeker mensen in arme landen, daar gaat het niet zozeer om vervreemding, maar daar gaat het vooral over voldoende voedsel op tafel krijgen. Want het is vooral voor arme mensen dat het grootste deel van hun budget naar voedsel gaat. Het is voor rijke mensen zoals ons dat het eigenlijk zo verwaarloosbaar is dat we er bijna niet meer bij stilstaan. Biologisch voedsel, lokaal geproduceerd voedsel, is lekker. Ik doe het graag, maar ik besef dat ik geprivilegeerd ben, dat ik het mij kan permitteren om niet altijd het allergoedkoopste voedsel uit de supermarkt te eten. Daar heb je zeker een punt. Oké, dankjewel. We moeten de tijd een beetje in het oog houden. Ik zou voorstellen om nog één vraag te behandelen. Het is een beetje een algemene vraag van Ronnie. Ronnie vraagt zich af of energietransitie wel de goede strategie is om de klimaatopwarming te stoppen. Als het nog decennia duurt, vooraleer die energietransitie een feit is, zijn we dan eigenlijk niet te laat voor die klimaatopwarming? En zijn er andere strategieën als de energietransitie niet slaagt of als die nog te lang zou duren? Dat is een vrij algemene vraag, maar wel een pertinente vraag. Ik denk dat wij te veel accent leggen op pure energietransitie. Waar we eigenlijk naartoe moeten, is rationeel grondstoffenverbruik en rationeel energiegebruik in onze productie en consumptie. Dat zijn uitdagingen. Wij hebben mislukt in het rationeel energiegebruik doordat we te veel toegegeven hebben aan de wensen van de mensen. Denemarken is daar perfect in geslaagd na de eerste energiecrisis en staat nu veel verder, heeft ook geen nucleair nodig. Maar het zit veel dieper met de nood aan batterijen, opslagsystemen, allerhande nieuwe metalen en rare en andere materialen. Wij moeten een rationeel grondstofbeleid gaan uitwerken en met alle gevoeligheden en beschikbaarheden daar en kwetsbaarheden rekening houden, veel meer dan we in het verleden deden. Dus dat is ook weer een rem op de groei, maar een heroriëntatie weer van de manier waarop wij met materiaal omgaan, met de natuur omgaan. Daar moeten wij als humanisten compleet het geweer van schouder veranderen. Veel meer respect voor de natuur in al waar wij natuur transformeren met technologie. Oké, dankjewel Gilbert. Dit lijken mij mooie woorden om dit gesprek af te sluiten.
rekening houdend met de tijd, dames en heren, denk ik dat het inderdaad stilaan tijd is om af te ronden. Ik wil u alvast met het Humanistisch Verbond bedanken voor uw aanwezigheid en uw aandacht. Ik wens u een fijne zomer zonder virus en met veel ecologisch verantwoord licht en warmte. En ik zie u graag terug in het najaar voor onze volgende aflevering van deze transitiedebatten. En ik geef nu graag nog even een afsluitend woordje aan Hans Claus. Ja, mijn rest er om iedereen te bedanken ook voor dit tweede debat dat uitgaat van de verklaring. Het eerste debat ging dus over de langdurig arbeidsongeschikten als getuige van die dreigende uitputting van de individuele mens, zeg maar. Het tweede debat ging dus nu over de energietransitie, ook een getuige van een dreigende uitputting, misschien eerder dan van de aarde. Ik dank het Humanistisch Verbond en Restory voor alle logistiek, voor het uitstekend modereren. Dank ook aan de Averrechtse voor het verslag dat van dit debat zal gemaakt worden. Dus dank aan Gert, aan Geert en aan Wim. Maar ook dank aan alle sprekers, aan Tine van der Straten, voor haar boodschap bij vergissing aan de huizen gericht. Maar die vormt inmiddels uw dienaar natuurlijk in persoonlijke unie met de verklaring, zoals sommigen van jullie wel weten. Dank aan Maarten. Dank aan Johan en Gilbert voor hun waardevolle argumenten en redeneringen. Daarmee moet de vooruitgang van de mensheid het immers doen. Hè. Jullie inbreng is dus belangrijker dan jullie wellicht vermoeden. Ik breng tot slot nog eens de verklaring in beeld. Die verklaring die dus geen organisatie is of geen platform, maar zelfs geen netwerk is, maar simpelweg een verklaring die iedereen die er zich in kan vinden ook kan onderschrijven. Hè. Ter zake lees ik misschien nog een keer de tweede krijtlijn voor, waarover dat een klein beetje over energie gaat. Hè. Domeinen van gemeenschappelijk belang worden uit de greep van de vrije markt gehouden of gehaald. Ik denk dat energie ook zo'n domein is van gemeenschappelijk belang. Het is in het debat al verschillende keren gezegd, dus dat dat de gemeenschap daar zijn verantwoordelijkheid meer en meer zal moeten in opnemen. Hè. Het responsabiliseren van individuen zal ons wellicht niet ver genoeg brengen. Dus de verklaring onderschrijven kan je dus door een mail te versturen naar de verklaring van 30november@gmail.com. 30 schrijf je in cijfers. De verklaring van 30november@gmail.com. Je kan altijd eerst surfen naar de website www.novemberverklaring.eu. www.novemberverklaring.eu en daar kan je dus wat inlezen. Dank ook aan alle toehoorders en alle participanten. Je hoort nog van ons. Economie en media zijn thema's waar we misschien na de zomer het licht van de verklaring willen over laten schijnen. Allemaal misschien tot ziens. Bedankt aan iedereen. Tot ziens. Dank je wel. Tot de volgende. Merci. Bye.